Goed, dames en heren, de vergadering is geopend. De heer Curdeloor is verontschuldigd wegens ambtsverplichting en de heer Wouter van Bezin wegens familieverplichting en de heer Dazeleer en mevrouw van den Bossen zijn afwezig om gezondheidsredenen. Dames en heren, bij brief van 12 november 2014 vraagt de heer Koen van den Heuvel, voorzitter van de CD&V-fractie, mevrouw Vera Jans als eerste ondervoorzitter van de commissie voor welzijn, volksgezonde gezin te vervangen door mevrouw Katrien Schrijvers. Is het parlement hiermee eens? Dacht ik wel. Dan verklaar ik mevrouw Katrien Schrijvers gekozen tot de eerste ondervoorzitter van de commissie voor welzijn, volksgezondheid en gezin. Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen werden op de banken rondgedeeld. Meneer Joska, u vraagt het woord. Ja, voorzitter, ik vraag eigenlijk het woord bij orde motie om de heel eenvoudige reden dat ik bij de actuele vragen onder vraag 6 van collega Van Miert vanuit de N-VA-fractie eigenlijk een vraag zie staan over PPS-dossiers, waar ook eigenlijk een verwijzing in zit in de manier waarop de vraag nu gesteld is naar de Europese regels. En ik zou daar toch een en ander, en u weet dat ik daarmee bezig ben, daarover willen zeggen, zodanig dat we met gelijke middelen, informatiemiddelen, deze discussie kunnen aangaan. U weet dat ik aan u als voorzitter op 16 september voor het eerst de vraag heb gesteld om wat betreft de PPS-dossiers, alle PPS-dossiers, inzage te krijgen in de briefwisseling en de stukken die gegaan zijn tussen de kabinetten, het Instituut voor Nationale Rekeningen en Eurostat. Pas op 31 oktober, wat vrij laat was, heeft de Vlaamse regering dat ter beschikking gesteld onder de vertrouwelijkheid. Ik heb u op 17 november een brief geschreven en ik weet dat u in het verleden ook altijd voor het parlement hebt gestaan en daar verdient u ook alle lof voor, met de vragen om onder meer de vertrouwelijkheid op te heffen die de Vlaamse regering had gevraagd op dit dossier en ook bijkomende stukken, want het dossier was zeer onvolledig. En ik hoop alleen maar dat, want mijn indruk was nu dat er een getelefoneerde vraag kwam vanuit de N-VA-fractie, mijn bezorgdheid was eigenlijk ik ben bereid om transparante debatten aan te gaan, maar op voorwaarde natuurlijk dat iedereen over de gelijke informatie en informatiemiddelen kan beschikken in de discussie. Dus ik had u daar toch graag uw aandacht voor gevraagd en u hoeft wat mij betreft niet onmiddellijk te zeggen wat u gaat antwoorden op mijn brief. Dat is natuurlijk niet het onderwerp van mijn vraag. Ik weet dat u in het verleden de kanten van het parlement hebt gekozen, zeker als het ging op vlak van transparantie van informatie. En ik hoop natuurlijk dat u dat ook in de toekomst, maar ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, ook bewaakt en bewaart. Goed, maar ik ga inhoudelijk op het debat in waarom dat u die vraag... U weet, ik ga er geen discussie over aan in de plenaire vergadering. De motivatie van de vraag van meneer Paul van Miert heeft te maken met het onderhoud wat de minister-president vorige week, of ik weet niet wanneer, gehad heeft met mevrouw Marianne Thijssen. Dat is de motivatie. Dus dat is één. En twee, wat uw vraag betreft over de vertrouwelijkheid van de dossiers, ik stel voor dat u die vraag straks opnieuw stelt als de minister-president hier is. Hè. Ik weet niet of er vandaag vragen zijn die gesteld worden aan de minister-president, dat u dat dan ter sprake brengt. En ik wil het ook verder wel uitleggen hoe en wat, wat de stand van zaken in die zaak is. Niet over de vraag van meneer Van Miert, dat is toegelicht geworden. Ik wil dan toevoeging aan doen. Ik vind het een beetje vreemd dat meneer Joska spreekt over de vertrouwelijkheid van de documenten. Wij stellen net een actuele vraag, zodat het voor iedereen open en duidelijk is. Dus ik begrijp niet dat het een verwijt zou zijn dat het niet vertrouwelijk is als we net hier in de plenaire die vraag stellen. Goed, meneer Janssens. Ja, voorzitter, ook over de actuele vragen, maar wat een ander aspect betreft. En ik weet dat u mij, zoals u traditie getrouw doet, zal verwijzen naar een gezellig onderrondje op uw bureau onder vier ogen om over de al dan niet ontvankelijkheid van vragen een boompje op te zetten. Maar dat mag mij toch niet beletten om hier vandaag mijn ongenoegen te uiten over het feit dat u weigert om vragen over de woonbonus wil agenderen en daarvoor verwijst naar het programmadecreet. De hervorming van de woonbonus is een dossier wat heel veel Vlamingen treft, waar steeds meer Vlamingen blijkbaar de negatieve gevolgen van zullen ondervinden. En mijn vraag had bovendien een aantal nieuwe aspecten, nieuwe elementen die niet in het programmadecreet aan bod komen. Ik vind het dan ook heel jammer, met alle respect voor het werk en het vele nuttige werk dat in de commissies gebeurt, vind ik het jammer dat u hiervoor verwijst naar de bespreking van het programmadecreet in de commissie, terwijl een dergelijk debat met een dergelijk grote omvang en dergelijk grote gevolgen voor zoveel Vlamingen echt wel thuis hoort in deze plenaire vergadering. Ik begrijp dat het
een moeilijk, een ambetant dossier is voor deze Vlaamse regering, maar ik dacht niet dat dat een argument mocht zijn voor de parlementsvoorzitter om het al dan niet te verstoppen in de commissie en daarover het debat te weigeren hier in de plenaire vergadering. Eigenlijk zegt u nu tegen mij dat ik bepaalde argumenten gebruik omdat er een moeilijk dossier is voor de regering. Meneer Janssens, dan kent u mij wat dat betreft heel slecht. Dat is mijn overwegingen niet gespeeld. Wat wel speelt is dat er een uitgebreid hoofdstuk staat in het programmadecreet en dat u daar alle mogelijkheden heeft in de openbaarheid en de bevoorkeur nog met livestreaming om te weten waar het debat over gaat, ook naar de burger toe. Dus wat dat betreft is dat het enige motief is dat er uitgebreid een programmadecreet op ingegaan wordt, niet meer en niet minder. En u had een reservevraag ingediend, dus u maakt het mij nog extra gemakkelijk. Ik heb meneer Sinterbind al een andere vraag laten stellen. Voilà. We gaan nu over naar de actuele vragen. De eerste actuele vraag, dat zijn er twee vraagstellers. Dat is van de heer Imade Anouri tot de heer Philippe Buitens, Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. Over een betere doorstroming van interim arbeid naar een arbeidspositie met meer zekerheid en betere voorwaarden. En de heer Bart van Malden over de resultaten van het HIVA-onderzoek betreffende de uitzendsector. Meneer Anouri, alstublieft. Voilà, perfect. Meneer de voorzitter, meneer de minister, collega's. Wij zijn op 25 mei allemaal verkozen als Vlaams volksvertegenwoordigers. Dat wil zeggen dat we hopelijk tot in 2019 hier mogen zitten. Dat wil zeggen dat we 5 jaar hebben om bij te leren. Dat we 5 jaar hebben om te groeien. Dat we 5 jaar hebben om fouten te maken, want ook van fouten kan je heel veel bijleren. Nu beeld u eens even in, collega's, dat dat niet het geval zou zijn. Beeld u in dat we elke week opnieuw te horen krijgen. Ja, volgende week mag je misschien terugkomen, misschien ook niet. Of sterker nog, beeld u in dat we dat elke dag opnieuw te horen krijgen. Elke dag. Ja, morgen mag je waarschijnlijk terugkomen, maar zeker zijn we toch niet. Beeld u in wat voor effect dat zou hebben op u, op uw partner, op uw kinderen, op uw zelfwaarde, op uw financiële situatie. Dat is vandaag de dag de situatie voor heel wat uitzendkrachten in België. 1 op 3 van de uitzendkrachten heeft een jaar of langer gewerkt binnen hetzelfde bedrijf met dag- of weekcontracten. Dat stond in het rapport van het HIVA, het Hoger Instituut voor Arbeid en Samenleving, in opdracht van het ACV. En ik zeg Belgisch, collega's, want het is een Belgisch onderzoek, maar 80% van de respondenten was Nederlandstalig. Collega straffer nog, 1 op 8 van de uitzendkrachten werkt 5 jaar of langer met een interimkantoor. Meneer de minister, u hebt het op pagina 26 van uw beleidsnota over het evenwicht tussen gezin, privé en werk. Een belangrijk evenwicht. Maar beeld u in dat iemand die elke dag opnieuw moet twijfelen of u wel aan de slag kan, ja of nee, die elke dag moet denken, mag ik er morgen en volgende week terug bij zijn? Wat als ik een dag of twee ziek ben? Wat als mijn kinderen ziek zijn? Wat voor effect dat op hem of haar moet hebben? Dus meneer de minister, mijn vraag is heel duidelijk. Wat gaat u eraan doen om die grote groep van mensen die wil bijdragen tot onze arbeidsmarkt, die wil actief engageren op de arbeidsmarkt, wat gaat u eraan doen om hen meer stabiliteit te geven, om hen meer te beschermen, zodat ze kunnen blijven bijdragen op een productieve manier? Meneer Van Malderen. Meneer Anouri heeft zeer duidelijk de pijnpunten aangehaald. En ik ga ze niet herhalen, omdat ze voor zich spreken. Maar het is toch wel duidelijk, meneer de minister, dat waar interim voor heel wat werknemers een poort vormt naar een vaste tewerkstelling, dat voor heel wat andere werknemers die poort veel te smal is. En ze blijven eigenlijk voor de poort staan. En meneer Anouri heeft de onzekerheid die daarmee gepaard gaat geschetst. Maar die gaat verder dan alleen de sfeer van het werken. Het krijgen van een lening bij een bank wordt heel vaak afhankelijk gemaakt van het hebben van vast werk. Wat is vast werk als je langer dan een jaar, langer dan 5 jaar, op eenzelfde bedrijf dezelfde job uitoefent? Alleen, het heet zo niet. In datzelfde bedrijf werken mensen die dezelfde job doen. Nee, is goed, dank u. Die hetzelfde loon ontvangen, maar waarbij de ene wel extra legale voordelen krijgt en de andere niet.
De GSM, een bedrijfswagen, de ene krijgt het, de andere niet. De ongelijkheid gaat nog verder. Want 80% van diegenen die in die zeer precaire situatie zitten, zijn laaggeschoolden. Ik heb uw beleidsnota nagekeken en het is geen toeval dat de collega uitgekomen is bij de combinatie werk en gezin. En ik heb in uw beleidsnota eigenlijk bijzonder weinig gevonden over de functie van interim in een duurzaam Vlaams arbeidsmarktbeleid. En dus is mijn simpele vraag aan u, meneer de minister, gaat u aan de slag alsnog met de bevindingen van deze studie om ervoor te zorgen dat interim voor elk van diegenen die er gebruik van maken een duurzame opstap naar een vast contract is, naar zekerheid, naar kansen om zich te ontplooien. En hoe gaan we ervoor zorgen dat dit geen achterpoortje is naar een sociale dumping die we al te lang tolereren? Minister Muiters. Dank u wel, meneer de voorzitter. En ik vind dat beide heren interim arbeid toch wel heel stigmatiserend behandelen. Heel veel van de rechten die een gewone werknemer heeft, heeft ook een interim arbeider of een interim werknemer. Zij hebben dezelfde rechten naar loon, zij hebben dezelfde rechten naar behandeling, zij kunnen ook maaltijdchecks, zij zullen ook maaltijdchecks krijgen als in een bedrijf maaltijdchecks zijn, zij zullen ook een eindejaarspremie krijgen, zij bouwen rechten op rond vakantiegeld, dus ook daar zit heel veel gelijklopend. Ik vind het ook stigmatiserend, omdat toch hier nogal snel voorbij wordt gegaan aan het feit dat soms interim arbeid ook een bewuste keuze kan zijn. Want beeld u eens in, meneer Ranogi, dat ik zelf wil bepalen dat ik bepaalde dagen wel werk en bepaalde dagen niet werk. Misschien vanuit mijn werkgezinssituatie. Beeld u dat eens in. Zou dat dan kunnen? Zou dat dan mogen? En ten derde, ik denk dat er ook hier heel snel voorbij wordt gegaan, dat eigenlijk interim de grootste stap, de beste stap is naar werk. Alle werkgevers beschouwen interim arbeid als een element van waar eerst misschien tijdelijk werk is voor iemand extra, dat daarna extra werk is, dat die mensen kunnen blijven. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat hier heel stigmatiserend naar voren komt. Doet de VDAB iets? Ja, de VDAB doet iets. En de VDAB, vind ik, doet hier het juiste. Want je moet niet interim gaan stigmatiseren. Maar de VDAB beschouwt iemand die geen 4 weken na elkaar voltijds als interim werkt, beschouwt die als werkzoekende. En wat betekent dat? Dat die mensen op dezelfde manier als werkzoekende dienstverlening krijgen van de VDAB. Dat wil zeggen, zij krijgen sollicitaties toegestuurd, zij krijgen suggesties naar opleiding, naar vorming, naar sollicitatietraining, noem maar op, zoals alle andere werkzoekenden. Wie toch lang interim jobs doet, die kan bij de VDAB terecht, zoals andere werkenden, om die zoektocht naar een andere job met de VDAB in te zetten. Dat is de job die de VDAB moet doen en ze doet die goed. Meneer Van Malderen, u hebt het hier niet herhaald, maar ik ga toch nog op één punt dat u nu schriftelijk in de vraag, zoals ik ze heb gekregen, schriftelijk naar voren had gebracht, ga ik toch nog even verder in. Omdat het mij eigenlijk wel stoorde, maar misschien hebt u het ook niet herhaald, omdat u de oneerlijkheid van dat element ook naar voren brengt. U spreekt daar ook over een OESO-studie over mensen van buiten de EU en de weinig kansen dat die krijgen. En u zei, maar de twee grote problemen zijn daar 1, discriminatie en 2, het onderwijs. Maar wat u vergat te zeggen, is dat daar ook bij staat dat de regels voor gezinshereniging, hoewel die de laatste jaren een stuk strakker zijn geworden, dat het systeem door de OESO aangehaald wordt als een van de grote knelpunten. De cijfers die geciteerd worden onderschrijven dat het Europees gemiddelde van gezinsherenigers ligt op 35%, bij ons is dat 52,7. En nog belangrijker, slechts 10% van de nieuwkomers komen vanwege een baan naar België. Ik moet eerlijk zeggen, voor die mensen moeten wij proberen die naar een job te begeleiden, maar hun uitgangspunt is vaak niet dat ze voor een job komen. En ja, wij doen wat we kunnen, ook via interim, om die toch naar een job te begeleiden. Maar stop met de stigmatisering van interim arbeid. Meneer Anouri. Meneer de minister, ik wil het heel klaar en duidelijk zeggen.
Ik stigmatiseer helemaal niet de interimsector. Ik heb enkel verwezen naar het rapport, en daar gaat mijn vraag ook over. Niet over de interimsector, in het algemeen over het rapport van het HIVA. En het klopt, 35% van de uitzendkrachten krijgen een vast contract via interimarbeid. Dat staat in het rapport. En ja, er staat ook in het rapport dat sommige mensen bewust kiezen voor interimarbeid, omdat ze dat dan flexibel kunnen combineren met hun andere activiteit. Er staat ook in, meneer de minister, dat een heel groot stuk antwoord, omdat er geen alternatief is. Er zijn geen andere jobs voorhanden. En ik hoop zo een vast contract te krijgen. En laat dat net het betoog zijn dat ik hier hou. Mensen die een jaar of langer binnen hetzelfde bedrijf met dag- en weekcontracten worden vastgekluisterd. En daar is mijn punt net, meneer de minister. Dus ik zal de vraag anders stellen. Oorspronkelijk, en verbeter me als ik fout ben, want ik zal nog fouten maken. Oorspronkelijk was de bedoeling van de interimsector om enerzijds een groot aantal vacatures die komen in te vullen voor bedrijven, of mensen te helpen verder te gaan naar een vaste job. Dus of het groot aanbod in te vullen, of mensen te blijven naar een vaste job. Denkt u dat mensen die een jaar een contract hebben, daarmee geholpen worden via dag- en weekcontracten? Ja of nee? Meneer de minister, ik ben ondertussen veel van u gewoon, maar u hebt nu toch wel eigenlijk de hoofdvogel afgeschoten. U antwoordt volledig naast de vraag, meer zelfs. U antwoordt op een vraag die niet gesteld is en te citeren uit een rapport om niet ten gronde op het probleem te moeten ingaan. En het probleem is niet interim en het probleem is zelfs niet de interimsector. Het probleem is de anomalie dat 1 op 8 van de mensen langer dan 5 jaar in een interimstatuut zit en dus, wat u ook mogen beweren, daarin gediscrimineerd worden ten opzichte van mensen die naast eenzelfde job doen op gebied van ziekteverzekering, op gebied van loonvorming, op gebied van promotiekans en dergelijke meer. En u bent blind voor die anomalie, meneer de minister. En u bent doof voor wat we hier gezegd hebben, meneer de minister, net zoals u in het regeerakkoord en in uw beleidsnota doof bent voor de precaire positie van laaggeschoolden. 80% van de laaggeschoolden zit langer dan een jaar in interim. En dat is geen probleem van de interimsector, dat is een probleem van de arbeidsmarkt. En dat zou uw probleem moeten zijn als u uw job serieus nam, meneer de minister. Wie wens aan te sluiten? Meneer Rivroy. Dank meneer de voorzitter, meneer de minister. Meneer Anouri, hetgeen dat u doet is wel degelijk sfeerschepping. Dit rapport is opgemaakt en opgevraagd door het ACW en de respondenten, de 2000 respondenten, dat zijn er 2000 ACW-leden. Ik kan u een ander rapport tonen van Federgon bij 6000 respondenten en daar spreekt men heel duidelijk dat mensen tevreden tot zeer tevreden zijn voor 70%. Dat 80% het opnieuw zou doen en 85% het zou aanraden. Dus nu moet u mij wel zeggen waar u de woorden terugvindt in dit rapport gevraagd door het ACW, zoals gezondheidsproblemen, armoede, stress, burn-out. Ik heb ze niet gevonden. Aan meneer Van Malderen heb ik eigenlijk de volgende vraag, want u spreekt ook heel duidelijk over de zogenaamde problematiek van de vacatures. Wel, de klachten in verband met die vacatures volgens het decreet van 2010 kunnen ook neergelegd worden. Dus de vraag aan de minister is, het klopt toch dat die ondervraagden kunnen klacht indienen bij uw inspectie? Mark Klaas. Dank u wel, voorzitter. Ik ben ervan overtuigd dat de interimsector zijn waarde heeft in ons economisch systeem. En de interimsector is naar mijn aanvoelen een sector waarin dat men kan werken op het ogenblik dat een werkgever tijdelijk meer werk heeft of minder werk heeft. Men kan in de interimsector werken op het ogenblik dat een werkgever een bepaald project heeft en gedurende dat project iemand wil aanwerven. Maar meneer de minister, ik heb dan, als ik het rapport lees, toch wel probleem met het feit dat 1 op 3 meer dan een jaar werkt met dag- of weekcontracten. Normaal gezien moet je toch als werkgever kunnen inschatten hoe lang een project duurt. En zou voor dat project die medewerkers toch voor de duurtijd van dat project
een contract moeten krijgen en niet moeten werken met dag- of weekcontracten. Dus daarin lijkt mij controle toch wel belangrijk, want het kan toch niet zijn dat interimcontracten, en ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook niet vindt, interimcontracten gebruikt worden om de proeftijd te omzeilen of om andere dingen te omzeilen, maar het interimcontract moet gebruikt worden voor daar waar het voor ontwikkeld is. Mevrouw Talpe. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Talpe. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, ik treed u bij dat uitzendarbeid het belangrijkste instroomkanaal is, want 7 op 10 was ook heel tevreden van de diensten van de uitzendkantoren. Maar ik had toch twee vragen, bedenkingen bij het rapport ook. Ten eerste wat betreft dagcontracten. Het is me niet geheel duidelijk in die studie of wat dan nu gaat om personen die één langere opdracht uitvoeren met opeenvolgende dagcontracten, of dat het werkelijk gaat om een nood aan arbeid, een contract voor één dag. Dus dat is niet heel duidelijk in die studie. En ten tweede, die studie sprak ook over een minder loon voor uitzendkrachten van 22%. Nu, ik begrijp ook niet waar ze dit halen, want het is onwettelijk. En anderzijds wijs ik ook naar de commissie Goede Diensten, die werd opgericht door Federhond met de sociale partners. Hoe moeten we dit hier inkaderen? Misschien zijn er ook andere indicatoren, bijvoorbeeld anciëniteit of voordelen die zij niet krijgen, die hier meespelen. Dus graag ook uw... Dank u. Ik begin met het eerste punt van mevrouw Talpe. Uiteraard, ik denk dat u best aan de onderzoekers vraagt wat ze erom bedoelen. Ik ga niet voor hen interpreteren wat daar aan bod komt. Mevrouw Klaas, u hebt gelijk en ik denk dat meneer Anouilh daar wat fout zat. Interim was er, is gecreëerd voor tijdelijk werk. Bijvoorbeeld omwille van seizoensverhogingen, omwille van een groot contract dat tijdelijk extra werk geeft. Of bijvoorbeeld omwille van tijdelijke vervanging van iemand, ik zeg maar wat, iemand op zwangerschapsverlof, iemand die ziek is of dergelijke meer. Nu, ik denk dat daar ook al een stuk van het antwoord is. Je weet ook niet op voorhand soms hoe lang dat iemand ziek is. En die geeft eerst ziekte en daarna anders. Dus ik denk dat daar een aantal elementen in zit die wel kan maken dat ook een werkgever niet altijd juist kan inschatten voor hoe lang dat iets kan duren. Maar wat zie je, en daar is, heb ik toch regelmatig hier ook gehoord, wat zie je, dat is dat regelmatig die mensen als werkgevers dan zien dat dat werk toch langer duurt, dat ze die mensen die al tijdelijk zijn aangeworven, dat ze die juist gaan een vast contract aanbieden. Ik denk dat meneer Griffois een sterk punt heeft. Het is natuurlijk een studie die je moet kaderen in wie dat de studie heeft gevraagd en wie dat er heeft geantwoord. En andere studies bereiken iets anders en zeggen iets anders. En wat de NEP-vacatures betreft, u hebt 100% gelijk. Dat is in de wet van 2010 ingeschreven met de kans op boetes van 500 tot 500. En op elke klacht over NEP-vacatures die we hebben, ze gaat mijn sociale inspectie, gaat mijn inspectie kijken wat er van die klacht aan is en neemt de nodige maatregelen daaromtrent. Ik vind ook wel, meneer Anouri, de manier hoe dat u de vraag stelde, ook hier, dat er wel een stukje stigmatiserend was. De manier alleen al hoe dat u zei van, stel u eens voor dat, was al van te zeggen van, als je interim hebt, allee, het is toch wel pech hè, dat je interim hebt. Nee, ik denk dat interim voor heel veel gevallen een zeer goede zaak is voor werkgevers, maar ook voor de werknemers die dat invullen. Mevrouw Talpe en meneer Van Malderen, u sprak over het loon, over de arbeidsvoorwaarden en dergelijke meer. Meneer Van Malderen, kunt u mij zeggen waarom mijn vorige federale collega, mevrouw Monica de Koning, dat niet heeft terechtgezet? Het zijpunt was... Mis. Meneer Anouri. Collega's. Ik stel voor dat u verder kijkt naar de hashtag. Het is de schuld van de sossen en kunt u rustig verder doen. Mijn conclusie. Collega, u hebt er net gezegd sfeerschepping. Ik kan u alleen maar zeggen dat ik mij baseer op een onderzoek uitgevoerd door het Hoger Instituut voor Arbeid en Samenleving. En daar baseer ik mij op. En de reactie van Federgon, die ook aanhaalt daarop, was niet het ontkennen, was wel zeggen, resultaten zijn inherent aan de sector waarin wij werken. De resultaten zijn niet weerlegd, er is gezegd, inherent aan de sector waarin wij werken. Meneer de minister, dan moet het mij ook een beetje van het hart dat u heel veel antwoorden hebt gegeven, maar geen enkele op de vraag, wat doet u met mensen die een jaar, 2 jaar, 3 jaar met dag-weekcontracten zitten? Is dat dan altijd gerechtvaardigd? Kan u mij nu zeggen dat dat altijd een terecht iets is, dat daar nooit een andere
oorzaak zal zijn. En ik zeg het niet stigmatiserend, ik stel me de vraag. Ik stel me de vraag, want ik vind het wel heel opvallend, meneer de minister. Dus ik zou alleen maar zeggen, meneer de minister, als het van Federgon komt, u weet wat uw antwoord is, ik kijk naar u, ik zal vragen blijven stellen, en ik denk dat ook al die mensen die in het rapport beschreven staan en iedere interim uitzendkracht ook naar u kijkt, om daar duidelijkheid in te scheppen. Goed, meneer Van Maalderen, slotopmerking. Ik vraag u in alle rust opnieuw, meneer de minister, ik zal het blijven vragen, om aandacht te hebben, eindelijk eens, voor de positie van laaggescholden op onze arbeidsmarkt. Mensen die elke dag aan de slag gaan, niet wetende wat er volgende week op hen staat te wachten. En vaak voor sommigen 5 jaar aan een stuk. Dat heeft niks met ziekte te maken, dat heeft niks met zwangerschappen te maken. Ik ken er geen van 5 jaar, meneer de minister, die zo lang zwanger zijn. Dat heeft te maken met een anomalie op onze arbeidsmarkt, waarvoor u ondertussen al bijna 6 jaar verantwoordelijk bent, meneer de minister. Neem in godsnaam nu eens uw verantwoordelijkheid op, in plaats van altijd naar een ander te wijzen. Ja, dat doet pijn, hè? Goed, volgende actuele vraag. De volgende actuele vraag is van de heer Bart Somers tot de heer Muiters. En die gaat over de invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurige werklozen. Meneer Somers, laat u die afleiden. Zelfs voor Leuven. Meneer de minister, gisteren bij, laat ik maar zeggen, het examen dat onze gewezen minister-president heeft afgelegd, en blijkbaar op een zeer goede manier, in het federaal parlement, is er ook gepraat geweest over gemeenschapsdienst voor langdurige werklozen. Hij heeft gezegd van kijk, ik ga overleg plegen met mijn gemeenschaps- en gewestministers, met de deelstaatregeringen, om proberen zo'n systeem op gang te trekken, maar evident heb ik daar de medewerking van nodig van de deelstaten. En mijn vraag is dan ook eigenlijk heel voor de hand liggend en sluit wat aan bij het debat wat we daarnet hebben gehad. Vlaanderen telt 240.000 werklozen, 60.000 langdurig werklozen. We moeten deze mensen meer kansen geven op de arbeidsmarkt, aansluiting laten hebben bij de arbeidsmarkt, hen activeren en hun arbeidsattitudes aanscherpen. Kortom, een verhaal van kansen creëren, een positief verhaal waarbij mensen die vandaag de dag uit de boot vallen, niet op de arbeidsmarkt actief zijn, dichter bij die arbeidsmarkt worden getrokken. En dat alles in een traject naar werk. Wel, dit is een opportuniteit die we in Vlaanderen niet mogen laten liggen. Mijn vraag aan u is, bent u bereid om daar op korte termijn aan tafel te zitten met de federale regering? En meer nog dan dat, gaat u dat op een passieve manier doen of bent u aan het werk aan een actieplan, een manier van aanpakken? Want 60.000 mensen in zo'n traject steken gaat natuurlijk ook niet van vandaag op morgen en vraagt heel wat organisatie en een gedegen aanpak, waar ik ook natuurlijk hoop als burgemeester dat ook lokale besturen daar actief bij betrokken worden. Minister Muiters. Dank u wel. En collega Somers, u mag er natuurlijk vanuit gaan dat ik met mijn oud-collega hier heel graag zal samenwerken om te zien wat we daar samen sterker kunnen doen. Maar uiteraard, ik ga ook niet stilzitten. Ik heb ook de federale collega echt niet nodig voor alles wat daaromtrent kan gebeuren. En als ik het regeerakkoord even mag, citeren, dan staat daar dat het uitgangspunt voor langdurig werklozen is om, en het is hetzelfde positief verhaal als u zei, om hen maximaal betrokken te houden op de arbeidsmarkt en ze niet sociaal te laten isoleren. We voorzien daarbij voor 1 tijdelijke werkervaringssysteem dat op maat staat van, dat open staat voor alle werkgevers met als doel competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsomgeving. En nu komt daar een belangrijk zinnetje bij nog. Gemeenschapsdienst kan als werkervaring beschouwd worden. Dus de filosofie die in het regeerakkoord staat en die wij met de VDAB nu gaan uitwerken, is dat in een traject naar werk ook die gemeenschapsdienst kan als een element opgenomen worden. Ik denk dat dit een belangrijk punt is en daar willen wij en zullen wij in Vlaanderen op inzetten. Waarom heb ik mijn federale collega dan nodig? Ten eerste, wij kunnen het alleen doen voor werklozen die uitkeringsgerechtigd zijn. Daar kunnen wij een traject naar werk voorstellen en met hen een dialoog voeren van wat en hoe. Het eigenlijke kader zou federaal kunnen zijn. Een kader waar wordt gezegd van hoeveel dagen moet men dan wel gemeenschapsdienst aanvaarden. Een kader van wie juist wel, wie niet. Voor wie is dit een passende element of geen passend element. Dergelijke meer zouden zij kunnen doen. Als ook bijvoorbeeld de strafmaat die daar bij weigering zou opkomen. Ik sluit af. Laat ons het duidelijk stellen dat wij als Vlaanderen
dit als een van de elementen zien om mensen naar hun werk te begeleiden, om mensen competenties en talenten bij te brengen, om hen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Meneer Solvers. Ja, meneer de minister, ik dank u natuurlijk voor uw antwoord. Ik ben het met u ook eens dat we niet in een filosofie mogen stappen waarbij wij werklozen willen stigmatiseren. Ik denk dat wie pleit voor een harde aanpak van werklozen begrijpt onvoldoende dat het overgrote deel van die mensen tegen hun zin in zonder een job zitten. En dat we net het omgekeerde moeten doen. Dat we dus mensen moeten aanmoedigen, ondersteunen, kansen geven, eigenwaarde versterken, respect betonen door hen te integreren in die arbeidsmarkt. En ik ben er echt van overtuigd dat die gemeenschapsdienst 2,5 dagen per week daar een bouwsteen toe kan zijn. Ik ben blij dat u niet passief blijft, maar ik hoop dat u ook op relatief korte termijn daar doorbraak realiseert en dat u vooral ziet en begrijpt dat de lokale besturen, ons regeerakkoord staat er vol van het herwaarderen van de lokale besturen, dat dat uw regisseurs op het terrein zullen zijn, die daar het verschil kunnen maken. Ik weet dat heel wat besturen bereid zijn om er op een positieve manier aan mee te werken. Organiseer ook daar zo snel mogelijk overleg. Goed, wie wenst aan te sluiten? Altijd. Dank u. Die mensen ook weer. Meneer Van Rompuy. Ja, ook wij zijn overtuigd dat de gemeenschapsdienst een nuttig instrument kan zijn, niet als een straf, ook niet als een soort van bezigheidstherapie of wat het ook zou kunnen zijn, maar wel om een werkattitude, werkervaring, onderhouden van uw eigen waarde, om dat mogelijk te maken en in het algemeen natuurlijk als traject naar werk. Dat is de essentie van het verhaal. Daarbij moeten we kijken, u zal in overleg treden en ik ben blij dat u er ook proactief werk van zal maken, dat we niet in concurrentie treden met de werkervaringstrajecten die u al aan het opbouwen bent. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is, dat de kosten daarvan ook onder controle gehouden worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat dat een belangrijke nieuwe kostenpost zou worden, maar ik ben ervan overtuigd dat in overleg met uw collega die het gisteren zo goed gedaan heeft in het federale parlement, dat tot een goed einde kan brengen. Maar essentie is, het moet een traject naar werk blijven inhouden. Oké, Bach. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, wat mij nu wat verrast in de tussenkomsten hier, is dat men de indruk wekt dat gemeenschapsdienst, dus trajecten voor langdurig werklozen, gericht op werk, maar als bijvoorbeeld werk nog niet beschikbaar is of dat die langdurig werkloze nog niet voldoende klaar is voor de arbeidsmarkt, dan hebben wij al een hele reeks van instrumenten die we aanbieden aan langdurig werklozen. Dus heel de discussie over gemeenschapsdienst gaat om verplichte gemeenschapsdienst. Dat is hetgeen wat men op federaal niveau vraagt. Verplicht vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen. Dat is een heel ander verhaal. En daar is gebleken, en daar zijn al experimenten ook in het buitenland, Rotterdam bijvoorbeeld heeft dat ingevoerd, aan langdurig werklozen op een bepaald moment hen verplichten om verplicht vrijwilligerswerk te doen. Het is gebleken dat dat inefficiënt en duur is. Vandaar, meneer de minister, is het beter om onze bestaande instrumenten te versterken, of wil u toch investeren in dat instrument waarvan al gebleken is dat het eigenlijk niet werkt? Meneer Ronsen. Ja, minister, ik zal niet herhalen wat de andere collega's hebben gezegd en hebben geuit in de positieve zin voor gemeenschapsdienst. Ik deel die overtuiging. Maar ik wil u wel waarschuwen voor één zaak. In zijn repliek in de zogenaamde hearings zei de federale minister van Werk, Chris Peeters, dat er mogelijk in het zuiden van het land bij de regeringsleiders een totaal andere visie heerst over die gemeenschapsdienst. En heeft hij zelf tussen de lijnen doorgesteld dat dat mogelijk zou kunnen leiden tot vertragingen. Nu, eens te meer is dit voor mij een bewijs dat in het zuiden van het land een totaal andere visie heerst over arbeidsmarktbeleid, dat daar ook andere instrumenten zijn. Maar op Vlaams niveau is daar uitdrukkelijk de wens, die is ook uitgesproken door onze democratie. Ik vraag u toch om daar expliciet aandacht voor te hebben en om erop te waken dat dit kader er zeer snel komt. Minister Muiters. Dank u wel, meneer de voorzitter. En, ik wil het toch nog eens herhalen, voor mij ook vanuit de Vlaamse bevoegdheid doen we het vanuit een traject naar werk. Ik ben het niet helemaal eens met uw betoog, het was geen vraag, maar ik zal toch reageren naar uw betoog van verplichting of niet.
Ik kan u de vraag anders stellen. Kunnen wij iemand verplichten om op sollicitatiegesprek te gaan, mevrouw Kerkbach? Kunnen wij iemand verplichten om een opleiding te volgen, mevrouw Kerkbach? Kunnen wij iemand verplichten om te bouwen aan attitude, mevrouw Kerkbach? Waarom zou dan gemeenschapsdienst daar niet een verplicht onderdeel kunnen zijn, zoals een opleiding, een vorming, een stage of weet ik veel wat? Ik begrijp daar het verschil niet. Als het past in het opbouwen van competenties en talent, dan moet de sociale gemeenschapsdienst daar ook een onderwerp voor kunnen zijn. Maar ja, u hebt gelijk. Ik kan, langs de ene kant kan ik al wel wat doen. Ik kan niet bijvoorbeeld die verplichting echt opleggen van die gemeenschapsdienst. Dat hoort bij mij in een traject naar werk. Dat is een van de punten waar ik het met de collega over zal hebben. Ook u spreekt over 2,5 dagen, iets uit het federale regeerakkoord. Vandaag staat dat niet in het kader dat ik heb waarmee ik werk. Dus ik zou het op een andere manier nog kunnen doen vandaag. Maar ik zal dat kader graag bespreken en ik hoop, collega Ronsen, dat effectief we niet alleen zijn, dat ook die andere regio's het nut van een gemeenschapsdienst in een traject naar werk, in het opdoen van competenties en talenten zullen zien en meegaan in die richting. Tot slot, en mijn excuses dat ik het in de eerste ronde was vergeten, maar ja, natuurlijk, collega Sommer, ik zal daar de steden en de gemeenten met veel plezier bij betrekken. Zij staan dicht bij die arbeidsmarkt plaatselijk en heel graag de samenwerking om dit samen te gaan realiseren. Dank u. Zal dat mij, meneer Somers? Ja, heel kort, 3 zaken. Een samenwerkingsakkoord, denk ik, is nuttig. Kan alleen met Vlaanderen en federaal afgesloten worden. Valt onder artikel 82 bis paragraaf 1, zoals u weet, de facultatieve samenwerkingsakkoorden. Wij hebben daar de andere deelstaten niet voor nodig. Ten tweede, mevrouw Kerkbach, inderdaad moeten we opletten dat we dat niet in een negatief spoor brengen, we dat in een positieve context brengen. Dat zal omkadering vragen, maar absoluut zit daar een meerwaarde in, ook voor hij die al 2 jaar lang niet op de arbeidsmarkt actief is. En ten derde, meneer Muiters, ik heb zelf een concrete uitwerking gedaan van wat dat op mijn stad zou betekenen. Wij zijn bereid om daar 10 voltijdse equivalenten voor aan te nemen, omdat we echt geloven dat die een meerwaarde kan zijn. En ik ga die nota overhandigen als inspiratiebron van hoe we dat in de praktijk op het terrein zo snel mogelijk kunnen organiseren. Ik dank u. De volgende actuele vraag is van de heer Wilfried van Dalen tot mevrouw Joke Schouwvliegen, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het opstappen van de milieuvereniging uit het overleg betreffende het nieuw mestactieplan MAP 5. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, op 12 november liet de milieubeweging Bond Beter Leef Milieu Natuurpunt lieten ze weten dat ze uit de opvolgingscommissie voor MAP stappen. Zij vinden het voorstel dat u op 7 november hebt gedaan aan Europa ondermaats en ze vinden ook dat er niet of nauwelijks rekening werd gehouden met de op- en aanmerkingen die zij hadden gemaakt door de maanden heen in de opvolgingscommissie. Zij worden dus, zeggen zij, medeplichtig gemaakt door in die commissie te zitten aan een verhaal waar zij eigenlijk niet achter staan. Ze stellen tegelijk vast dat wat stikstof betreft in ons oppervlaktewater nog 1 op de 5 meetpunten een overschrijding te kennen geeft of te zien heeft. Voor fosfaat is dat natuurlijk dramatisch, 70%. Van de meetpunten voldoet niet aan de norm en de concentraties zijn eigenlijk gemiddeld 4 keer hoger dan de norm. Nu, mevrouw de minister, dat de milieubeweging uit die commissie stapt, is toch geen kleinigheid. Daarmee verdwijnt niet alleen een stuk van het middenveld uit dat overleg, maar toch ook een belangrijk deel deskundigheid met name dan op de effecten van nutriënten op ecosystemen en op het milieu. De mensen die nu overblijven rond de tafel zijn vooral mensen uit de landbouwsector en uit de Vlaamse landmaatschappij, ambtenaren. Weinig academische achtergrond zien we daar. Ook onze eigen instituten, zoals bijvoorbeeld INBO, Wetenschappelijk Instituut, is daar niet bij. Onze eigen administratie, Agentschap Natuur en Bos, waar toch ook deskundigheid zit, is daar niet bij. Vandaar mijn vraag, mevrouw de minister. Zonder de milieubeweging lijkt mij, heeft de commissie vandaag onvoldoende draagvlak? Mijn vraag is dan ook, gaat u door met die commissie in de huidige vorm? En zo ja, hoe gaat u dat doen? Goed, minister Schouwvliegen. Ja, dank u wel, voorzitter. Collega Van Dalen, samen met u betreur ik natuurlijk dat Natuurpunt en BBL, dat zij uit het overleg zijn gestapt. Het gaat over de opvolgingscommissie, mestactieplan, die wij samen hebben opgericht. We hebben ook samen beslist wie daarin zit.
in de vorige legislatuur. Ik heb hier de beslissing van de Vlaamse regering bij, waar wij hebben beslist wie in die opvolgingscommissie zit. Die is opgericht in 2011. Die is ondertussen al heel veel samen geweest. En in alle transparantie wordt daar een overzicht gegeven van map 4, wat de gevolgen zijn, wat de resultaten zijn op het terrein. Daar wordt in alle transparantie ook gezegd wat de resultaten zijn van het vele wetenschappelijk onderzoek dat gebeurt op het vlak van waterkwaliteit en mestactieplan 4, maar natuurlijk ook in opbouw naar het map 5. Dus het is heel jammer dat men daaruit stapt. Het is zo dat wij op dit moment de grote lijnen al overlegd hebben met de Europese Commissie. De Europese Commissie weet ook dat BBL en Natuurpunt uit het overleg zijn gestapt. Wij werken nu aan een concreet actieplan waar wij in december terug mee naar de Europese Commissie gaan. In ieder geval zullen wij BBL Natuurpunt ook verder blijven uitnodigen, ook alle stukken bezorgen. Want het is natuurlijk zo dat wij altijd, en dat zullen we ook doen zonder dat zij aan de tafel zitten, dat wij altijd zullen blijven zoeken naar een evenwicht. Een evenwicht tussen aan de ene kant economische rentabiliteit en aan de andere kant ook betere waterkwaliteit in Vlaanderen. En je ziet dat die aanpak ook wel resultaat heeft. We zijn er nog niet, dat klopt, maar je ziet wel dat de waterkwaliteit in Vlaanderen absoluut vooruit gaat. Dus ik denk dat we diezelfde aanpak ook verder in die richting moeten hanteren. Meneer Van Dalen. Ja, het gaat vooruit, dat is waar, mevrouw de minister, maar uitgerekend fosfaat, het voorbeeld dat ik daarnet gaf, daar is er een achteruitgang voorbij 4 jaar, lopen daar terug, zijn slechter dan voorheen. Nu, als organisaties aan tafel gaan zitten, zeg maar in het bad worden getrokken, dan verwachten ze natuurlijk dat toch rekening wordt gehouden op een of andere manier met hun inbreng, dat zij ernstig worden genomen. En als ik het allemaal eens hoor en nalees, dan heb ik toch ook de indruk dat niet of nauwelijks rekening is gehouden met de op- en aanmerkingen vanuit de milieuverenigingen, dat zij daar eigenlijk voor spek en bonen bij zaten. Ik verneem ook dat zij nog geen reactie hebben gekregen van u op hun uitstap. Misschien ook een beetje raar, want ondertussen weet u dat toch al enkele weken. U weet het ook al voor ze het naar de pers hebben gebracht. Mijn vraag aan u bijkomend, mevrouw de minister, kunt u aantonen dat wel naar de milieubeweging werd geluisterd? Met andere woorden, welke concrete elementen heeft u in het ontwerp map 5 opgenomen op suggestie vanuit de milieuverenigingen? Wie wens aan te sluiten? Meneer Sanctorum. Mevrouw de minister, ja, u betreurt samen met ons, hè, zegt u, dat de milieubewegingen het overleg hebben verlaten, maar u hebt ze natuurlijk ook weggejaagd, mevrouw de minister. U hebt hen weggejaagd, want als zij deelnemen aan dat overleg, dan verwachten zij dat zij au sérieux genomen worden, in plaats van een eenzijdige aanpak, en dan in dit geval ten voordele van een aantal belangenorganisaties. Dus is het normaal dat zij op hun rechten staan. Nu, mevrouw de minister, collega Van Dalen heeft het daarnet ook aangehaald, fosfaat is een torenhoog probleem. Is een torenhoog probleem. En als u praat over een verbetering van de waterkwaliteit, wel, dan geldt dat absoluut niet voor fosfaat. En fosfaat is nu net een van de elementen waarom de milieubeweging uit het overleg stapt. Want er wordt onvoldoende perspectief geboden om die fosfaatproblemen op te lossen. Mijn vraag aan u, mevrouw de minister, is, ja, er is overleg geweest met Europa. Wat zegt Europa over uw voorgestelde aanpak rond de fosfaatvervuiling? Meneer Sinterbeen. Ja, dank u voorzitter. Ook wij vinden het natuurlijk wel spijtig dat de milieuverenigingen uit het overleg gestapt zijn. Maar de schuld bij een ander leggen als je het overleg verlaat is natuurlijk niet correct. Het is nooit verstandig, collega's, om een overleg te verlaten. Twee, wat het signaal, het is trouwens ook een verkeerd signaal natuurlijk, collega Van Dalen. En stellen dat er niet geluisterd wordt naar de verzuchtingen van de milieuvereniging wat betreft de opmaak van map 5. Dat lijkt mij al te ver gaan. Het zou trouwens ook de eerste keer zijn in de geschiedenis van een opmaak van een mestactieplan dat er niet wordt geluisterd naar de verzuchtingen van de milieuverenigingen. Daar kunnen de landbouworganisaties zeker over meespreken. Ook zij hebben nooit het overleg verlaten natuurlijk. Ook met hun verzuchtingen werd niet altijd rekening gehouden. Want het mestactieplan 1, 2, 3, 4, 5, het werd altijd maar strenger. Dus een overleg verlaten, dat lijkt mij niet de juiste houding, collega Van Dalen. Mevrouw Rombout.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil als eerste element toch wel in discussie aanbrengen dat er hier de suggestie of suggestief wordt aangegeven dat doordat er nu een organisatie niet mee aan de tafel van OMAP zit, dat er heel wat expertise niet aan tafel zit, zoals de andere organisaties die collega Van Daal net heeft opgesomd. Organisaties, instellingen met expertise, meer bepaald ook universiteiten, onze eigen administraties. Ik wil toch wel ook vragen aan de minister, ik denk dat dat zo is en dat ze dat ook kan bevestigen, dat effectief de wetenschappers de basis zijn van elk voorstel dat op tafel wordt gelegd. En is dat dan ook nog bij deze zo? Ik ga ervan uit van wel. Met andere woorden, heel de discussie is wetenschappelijk onderbouwd of zou onderbouwd moeten zijn. Ik hoop dat ik daar ook een positief antwoord op kan krijgen. Met andere woorden, de commissie, de OMAP-commissie, is een opvolgingscommissie en is belangrijk in het kader van betrokkenheid en iedereen inderdaad mee in de discussie te kunnen betrekken, opmerkingen en suggesties eventueel mee te nemen en zorgen ook dat eigenlijk het middenveld in deze ook meegaat. Nu, ik denk dat dit duidelijk dus als een kans moet aanzien worden en dat ik wil bij deze ook meegeven dat ik het ook heel sterk betreur dat die kans dan niet op deze manier wordt ingevuld en ik kan enkel hopen dat de mensen die de kans krijgen zo ook effectief nemen om blijvend mee aan tafel te zitten. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, mevrouw de minister, ik wil ook even aansluiten in dit verhaal. U geeft aan dat u het betreurt dat de milieuverenigingen zijn opgestapt. En ik denk dat we dat allemaal betreuren. Ze hebben dat begin van deze maand al te kennen gegeven dat ze niet tevreden waren met de gang van zaken. Nu, ik zou eigenlijk meer een inhoudelijke vraag in deze willen stellen. Zijn er vandaag de dag eigenlijk tekenen dat het voorstel, zoals het op de laatste opvolgingscommissie voorlag, dat er daar geen kans van slagen voor is in Europa? Want ik denk dat dat in deze heel belangrijk is. Kan het voorstel dat vandaag klaar ligt voor MAP 5, zijn er daar kansen voor van slagen voor Europa? Dank u. Was gauw vliegen. Ja, collega's, toch voor alle duidelijkheid. Excuseer, voorzitter, ik heb me blijkbaar niet gezien, maar ik wil ook nog graag even kort tussenkomen namens onze fractie. Ik denk dat de milieubeweging niet zomaar het overleg verlaat, dat ze in het verleden ook altijd constructief hebben meegewerkt aan de verschillende mestactieplannen, maar dat vandaag de inspanningen uit het verleden aantonen dat ze niet voldoende zijn en dat het uiteraard aantoont dat het 11:55 is. De kwaliteit van onze waterlopen vandaag heeft een heel slechte ecologische toestand. We halen de normen die Europa oplegt niet. En het is duidelijk dat iedereen daar inspanning moet leveren, zeker ook de landbouwsector. Een recent rapport van de VMM toont aan dat het overvloedig gebruik van mest en pesticiden in landbouwgebieden effectief een doorslaggevende invloed heeft op de kwaliteit van onze waterlopen. En mevrouw de minister, ik zou u eigenlijk willen oproepen om deze noodkreet van die milieuverenigingen ernstig te nemen en alsnog de nodige inspanningen te leveren om onze milieudruk effectief te doen verlagen en milieuwinsten te boeken daar waar nodig. Mevrouw Schouwvliegen. Voor alle duidelijkheid, collega's, het is zo dat Vlaanderen een nieuw mestactieplan moet onderhandelen met de Europese Commissie. Wij moeten op dit moment dat mestactieplan nog uitschrijven. De grote lijnen die zijn uitgetekend. En het zal de Europese Commissie zijn die zal oordelen of dat de voorstellen die wij op tafel leggen, of dat die evenwichtig zijn en of dat die er inderdaad toe bijdragen om de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. We weten allemaal, en ik denk dat niemand daarvan moet overtuigd worden die hier aanwezig is, dat een eenzijdige aanpak van de problematiek van onze waterkwaliteit, dat niet zal werken. Geen eenzijdige aanpak vanuit gelijk welk standpunt bekeken. We moeten dus naar evenwichten zoeken. Dat doen we ook in Vlaanderen. Daarom dat we een goede traditie hebben om te overleggen met alle actoren op het terrein. We doen dat met Natuurpunt, we doen dat met de BBL, we doen dat met de landbouworganisaties, we doen dat met alle administraties, we doen dat met onze wetenschappelijke instellingen en alles wat we indienen richting Europese Commissie wordt heel grondig wetenschappelijk onderbouwd. Als men nu zegt van er is een eenzijdige aanpak, dan moet ik dat ontkennen. Dat is een aanpak die gebaseerd is, gesteund is op wetenschappelijk onderzoek. En daar kan ik collega Rombouts heel bevestigend op antwoorden. Wij doen zomaar geen losse voorstellen die op los zand zijn gebouwd, maar wij doen voorstellen die op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd zijn. Wij delen dat in alle transparantie mee op de overlegcommissie, waar alle partijen inderdaad opmerkingen kunnen formuleren. En ik nodig iedereen uit om
ook de verslagen van overleg van die opvolgingscommissie ook na te lezen en te zien of inderdaad zomaar alles van tafel geveegd wordt. Ik denk dat het resultaat is dat er geluisterd wordt en dat er verder wordt gezocht naar evenwichten. Zeggen van de waterkwaliteit is niet goed, het gaat achteruit. Het is niet waar. Er zijn ook objectieve gegevens. De VMM die zegt de waterkwaliteit in Vlaanderen is verbeterd. Natuurlijk kan je niet verwachten dat je op 1, 2, 3 plotseling ook historisch alles zomaar wegwerkt. Dat zijn stapjes voor stapjes die je moet zetten om die waterkwaliteit te verbeteren. En dat doen we ook met z'n allen. Doen we daar ook heel veel inspanningen voor. Wanneer u mij zegt, collega Van Dalen, u heeft nog niet gereageerd op het feit dat Natuurpunt en BBL uit het overleg zijn gestapt, dan moet ik dat toch wel enigszins nuanceren. Ik heb dit officieel ook gelezen in de pers vorige week vrijdag. Op hetzelfde moment heb ik zelf ook die mededeling gekregen, op het moment dat men ook in de pers gestapt is. Met die nuance dat ik juist hier in de marge van de plenaire vergadering, ik dacht dat het 2 weken geleden was, wanneer wij onze mooie reus Golem hier hebben ingehuldigd en welkom geheten hebben hier in het parlement, heeft men tijdens de persconferentie van Golem in mijn oor gefluisterd dat men zou opstappen uit dat overleg. En dat is misschien wat men dan ziet als een officiële mededeling, dat men uit dat overleg zou stappen. Het is ook op geen enkel moment aangekondigd op OMAP zelf of op de opvolgingscommissie. Dus ik zal daar ook op reageren. Ik zal ze ook verder uitnodigen om toch verder in overleg te gaan. Ik kan u ook nog geen concrete maatregelen hier meedelen, collega Van Dalen, omdat ik op dit moment volop bezig ben met dat actieplan uit te werken met die concrete maatregelen waarmee wij dan in december naar de Europese Commissie zullen gaan om op die manier te werken aan een nieuw mestactieplan en 5. En nogmaals, dat zal verder zetten zijn van een traditie dat we moeten zoeken naar economische leefbaarheid, een economische toekomst voor onze bedrijven en aan de andere kant ook een betere waterkwaliteit in Vlaanderen. Dat is de manier waarop dat we werken en we zullen dat ook in de toekomst op die manier verder zetten. Volopmerking, meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, overleg met sectoren, met deskundigen, met het middenveld, dat is natuurlijk altijd belangrijk voor alle beleidsdomeinen, ook voor landbouw en leefmilieu. Daar zijn we het over eens. Natuurlijk moet het echt overleg zijn waarbij ook echt naar elkaar geluisterd wordt. Als we kijken naar verschillende overlegorganen, dan krijgen we soms toch wel het gevoel dat er iets schort aan de wederkerigheid, als ik het zo mag noemen. In milieuplatforms bijvoorbeeld zie ik dat heel veel andere sectoren daar traditioneel aanwezig zijn. In dat overleg, dat is goed, maar omgekeerd merk ik dat minder. Ik denk bijvoorbeeld niet dat de milieubeweging betrokken is, of milieusector breder betrokken is bij plattelandsontwikkeling, PDPO, bij gemeenschappelijk landbouwbeleid en al dat soort dingen. Dus ik kan mij voorstellen, mevrouw de minister, als er harder wordt ingezet op die wederkerigheid, dat dan ook het wederzijds vertrouwen kan groeien en dat dat waarschijnlijk het proces versterkt. Goed, dank u wel. Volgende actuele vraag is de heer Stefan Sintobin tot de heer Sven Gats, Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over een campagne op de VRT om Vlaamse bedrijven naar het Franse Duinkerken te lokken. Ja, voorzitter. Meneer de minister, in Duinkerken vindt u de diensten, de know-how en de kwaliteit die u nodig heeft. Met deze boodschap probeert de Franse stad Duinkerke ondernemingen vanuit ons land, vanuit Vlaanderen, naar Frankrijk te lokken. Ze halen daarvoor een aantal argumenten aan, zoals de nabijheid van de haven, een goed wegennet, een goede binnenvaart, vlotte administratie, goedkopere industriegronden en ga zomaar door. Wij als fractie zijn natuurlijk niet tegen het feit dat buitenlandse steden promotie maken voor hun stad en hun omgeving hier in Vlaanderen. Maar wij stellen ons wel de vraag, moet dat op de openbare omroep? Want die spot werd natuurlijk gebracht op Radio 1 en ik dacht ook op Studio Brussel, de VRT die toch voor een groot stuk wordt betaald met belastingsgeld. En wij stellen ons de vraag, de opportuniteitsvraag, moeten wij op de VRT spotjes laten uitzenden om bedrijven vanuit Vlaanderen weg te lokken naar Frankrijk of om het even welk ander land. Want natuurlijk, wanneer bedrijven vanuit ons land, en dan meer specifiek, ik denk aan Zeebrugge, ik denk aan Oostende, ik denk aan West-Vlaanderen, maar ook de rest van Vlaanderen naar het buitenland trekken, dan heeft dat natuurlijk ook wel zijn weerslag op onze eigen economie, dan heeft dat zijn weerslag op de tewerkstelling, dan heeft dat zijn weerslag
op de uitbouw van onze havens en ga zo maar daar. Ik weet ook wel, u zal wellicht antwoorden, er is daar niks verkeerds mee. Er is niks verkeerd met het uitzenden, juridisch decretaal, met het uitzenden van dergelijke spots op de openbare omroep. Maar de vraag stelt zich, de opportuniteitsvraag stelt zich, en vandaar ook mijn vraag, meneer de minister, vindt u dat dergelijke spots kunnen op de openbare omroep en moet daar iets aan geremedieerd worden? Minister Gaats. Dank u wel, voorzitter. De spots waarvan sprake in de parlementaire vraag werden inderdaad uitgezonden op Radio 1 en Studio Brussel tussen 3 en 14 november. Zij zijn ook getoetst geweest aan de decretale opdrachten en mogelijkheden van de VRT, artikel 50 van het mediadecreet en artikel 11.1 van de beheersovereenkomst of dit kan. En effectief, u schijnt mijn antwoord al te kennen. Het klopt ook dat het uitzenden van de spot dat daar wettelijk decretaal geen enkel probleem mee is. Ten gronde is het ook zo dat er in het verleden, het is niet de regel, maar ook niet de uitzondering, dat er in het verleden ook buitenlandse bedrijven adverteren op de VRT. Dit is nu een speciale, zou ik het zeggen, heeft een speciale context, omdat het zou kunnen overkomen alsof bedrijven vanuit Vlaanderen of België van ons land naar Duinkerken trekken. In veel gevallen, wanneer zij dit doen of wanneer zij hier zouden op ingaan, is het toch wel zo dat het gaat over bedrijven die eigenlijk een sterke implanting hebben hier en die eventueel een tweede implanting daar hebben, wat dus ons alleen maar kan verheugen over de internationale kracht van ons bedrijfsleven. Maar breder, ik zie er geen graten in. Wij leven in een geglobaliseerde wereld, in een Europese Unie, vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. En zoals een groot liberaal parlementslid in de vorige regeerperiode ooit zei, het is toch niet omdat er reclame gemaakt wordt door Disneyland op de VRT dat de mensen niet meer naar Plopsaland de pannen gaan. Ik heb die vergelijking ook gelezen in het verslag van de vraag om uitleg van de heer De Caluwe, provincie-gouverneur West-Vlaanderen. En ik dacht, staatssecretaris Bart Tomlijn, die eigenlijk dezelfde kritiek hadden zoals ik had. U trekt het een beetje in belachelijke naar Plopsaland. En Disneyland. De vraag is, u verschuilt zich, en ik heb u al een paar vragen gesteld in de media, en ik begrijp dat wel, u verschuilt zich altijd achter decreten, en u antwoordt als een groot liberaal, we zijn één grotere economische ruimte, dat kan allemaal wel zijn, maar ik heb het over het feit dat dit zijn weerslag heeft op de economie in Vlaanderen, op de tewerkstelling in Vlaanderen. En u hebt gelijk, er zijn een aantal bedrijven, om Bekaert niet bij naam te noemen natuurlijk, die daar ook al een vestiging hebben. Maar ieder bedrijf die naar het buitenland vertrekt, heeft zijn weerslag op de tewerkstelling in Vlaanderen. En dat vind ik bijzonder spijtig. U blijkbaar niet. Wij spenderen met de Vlaamse regering, met de Vlaamse overheid, miljoenen euro's om mensen aan het werk te krijgen. En dan komt u hier koud. Wij zeggen, ja, mij stoort dat eigenlijk niet dat die bedrijven naar het buitenland trekken. Wie wenst aan te sluiten? Ja, ik heb Nieuwpoort niet genoemd. Sorry, ik zat ook zo uit verslag. Ja, ik schijn dat ik slecht kijk, maar ik kijk nu twee keer rond. Nicaron. Ja, dank u wel. Ik zou laconiek kunnen vragen aan meneer Sint-Aubin of hij iets op tegen heeft dat Vlaamse steden promotie maken in het buitenland. Maar dan moet u die vraag ook stellen aan de minister van Toerisme, want dat is schering en inslag, die praktijk. Die we, vanuit Vlaanderen zelf. Dus die blik is maar in één richting gericht, denk ik. En ik vind het op zich wel een gekke situatie. En los daarvan, meneer de minister, ik vind niet dat we ons met dit soort zaken hier moeten bezighouden. En meer zelfs ballenwaarde draait deze dagen nog goed. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Misschien een kleine correctie op wat collega Sint-Aubin zegt, want ik was natuurlijk ook bij de discussie precies 3 jaar geleden in commissie, november 2011. En het klopt dat collega De Caluwe, onze onvolprezen collega, het niet had voor die spotjes, die was er tegen. Maar niet collega Tomlijn, want die zei, ik heb het hier achter staan, ik ben liberaal en vind dat er zo weinig mogelijk regels moeten zijn, zei collega Tomlijn. Dus, kleine correctie, ik verdedig voor één keer collega Tomlijn. Blijft natuurlijk vreemd, minister. Als je in je auto zit en je hoort inderdaad, je weet dat de Vlaamse overheid alle mogelijke inspanningen doet om het bedrijfsklimaat hier te verbeteren, om buitenlandse investeerders aan te trekken. En het blijft dan vreemd om te horen dat de openbare omroep spotjes uitzendt die net het tegenovergestelde beogen. Dus misschien is dat toch iets waar we eens moeten naar kijken met het oog op de nieuwe beheersovereenkomst. Ik weet het niet. Minister Gaats.
Mocht het werkelijk zo zijn, collega's, dat door het uitzenden van dergelijke spotjes, of het nu gaat op de openbare omroep, want daar gaat inderdaad de vraag wel over, of via private kanalen er massaal bedrijven vanuit ons land naar andere landen zouden gaan, in dit geval naar Frankrijk-Duinkerke, ja, dan is het natuurlijk een vraag voor het sociaal-economisch beleid van deze regering en de federale regering. Dat is, laten we zeggen, de normale concurrentie die wij proberen te handhaven, die onze bedrijven ook moeten aankunnen en waar we nu met deze regeringen ook, en sommigen zullen dat als een bekentenis beschouwen, maar dat is helemaal niet zo, de bedrijven meer zuurstof willen geven, want dan is er ook meer tewerkstelling voor de mensen. Dus met andere woorden, ik zie niet goed waarom dat wij hier zo'n groot debat hebben over het uitzenden van een aantal spotjes die in een Europese vrije economische en ook mediaruimte volstrekt normaal zijn. Slotopmerking, meneer Sintebin. Ik blijf bij mijn stelling natuurlijk, meneer de minister, dat iedere bedrijf die vertrekt uit Vlaanderen, dat dat een spijtige zaak is en dat dat zijn weerslag heeft op de tewerkstelling. Sommige collega's proberen hier mijn vraag wat in het belachelijke te trekken, meneer Caron, maar ik voel mij in goed gezelschap. Ik heb de provincie-gouverneur van West-Vlaanderen die dezelfde kritiek levert, Bart Tomlijn, zelfde kritiek, u hebt het verslag niet goed gelezen, maar nog meer, zelfs VOCA en Unizo delen mijn kritiek en vinden dat het niet kan dat met belastingsgeld promotie wordt gemaakt om Vlaamse bedrijven weg te lokken naar het buitenland. Als straks de Cayman, ik ga ook een belachelijke vergelijking maken, hè. Als straks de Cayman-eilanden vragen aan de VRT, wij willen hier een spotje en wij willen bedrijven vanuit Vlaanderen, offshore bedrijven, lokken naar de Cayman-eilanden. Gaat de VRT dan ook zeggen, ja, het is goed? De volgende actuele vraag is van de heer Joris Pochet tot de heer Sven Gats. En die gaat over de aangekondigde rondetafelconferentie over cultuur in Brussel met alle bevoegde ministers. En een gelijkaardige vraag van mevrouw Idrissi. Meneer de voorzitter, beste minister, geachte collega's, cultuur verbindt mensen en overstijgt verschillen. We hebben gezien dat in Brussel verschillende bewegingen bezig zijn op het terrein, wat u de Brusselse humus noemt, tussen Franstalige en Nederlandstalige partners die samenwerken en die uiteindelijk tot een soort van Brussels cultuurplan gekomen zijn. De politiek heeft een beetje achterop gehinkt, totdat CD&V-minister Schouwvliegen vorige legislatuur eindelijk het lang verwachte cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Franstalige en de Vlaamse gemeenschap heeft afgesloten. Ondertussen wisten we al dat er een breed draagvlak voor bestond, namelijk deze assemblée heeft in 2004 en 2007 een motie goedgekeurd die aanzette tot het afsluiten van dat akkoord. En ik heb bij de ondertekenaars een aantal zeer interessante namen gelezen, waaronder die van Steven van Akkeren, maar ook die van Sven Gats. Dus ik denk dat u dit zeer genegen bent. Vorige zaterdag heeft u in een groot interview in Le Soir gezegd, een voorzet gegeven eigenlijk, dat u wil samenzitten met uw collega van de Franse gemeenschap, Joël Milquet, en een overlegplatform wil oprichten waarin kaart zou gebracht worden wat er allemaal in Brussel bestaat qua kunstencollecties, culturele actoren en wie eigenlijk wat betaalt op welk niveau. En Joël heeft dan de voorzet binnengekopt op maandag, ook in Le Soir, en gaat in op die uitnodiging. Maar ze koppelt daar wel meteen een voorstel aan om daar een budget voor te voorzien en stelt voor om elk de helft te betalen. Dus mijn vraag aan u is, dat overlegplatform, wat verwacht u daar juist van en waar gaat u de middelen halen om eventuele initiatieven te verwezenlijken? Goed, dank u wel, mevrouw Idrissi. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's. Ja, we konden dit weekend lezen dat u van plan bent om een overleg, een conferentie met eigenlijk alle ministers die bevoegd zijn voor cultuur, van ver of dichtbij, om die samen te brengen in een ronde tafel en het te hebben over cultuur in Brussel. Als SPA kunnen we dat alleen maar toejuichen. We denken dat dat belangrijk is, dat voor Brussel, waar er zo'n grote versnippering is, hè, een culturele
kat kan er haar jongen niet in terugvinden. Er zijn meer dan 10 overheden die bevoegd zijn voor Brussel. En dat vertaalt zich in die versnippering. Maar dat vertaalt zich ook in een zeer gebrekkige of fragmentarische beleidsvisie. Dus we juichen dat toe. We denken dat dat belangrijk is. We hopen dat u ook niet alleen met de ministers rond de tafel gaat zitten, maar dat u het culturele middenveld ook daarbij gaat betrekken en hopelijk ook op dezelfde ronde tafel gaat zetten. Want per slot van rekening gaat het om hen, maar ook er is heel wat know-how en good practices. Hè. Denken we maar aan Tournée Générale, dat is een initiatief van de KVS en Théâtre National. Er is daar heel wat know-how en het is belangrijk dat de ministers dat eigenlijk ook meenemen. Een kleine kritische noot. We hopen vanuit SPA dat die natuurlijk niet, dat dit niet de bedoeling is dat die federale collecties, dat die communautair gaan verdeeld worden. Want als dat de bedoeling is, dan zeggen wij heel duidelijk nee. En vandaar, meneer de minister, mijn vraag. Zijn we op weg naar een geïntegreerd cultuurbeleid voor Brussel? En gaat u het middenveld daarbij betrekken? Minister Gaat. Dank u wel voor beide vragen. Het is inderdaad zo dat na de ogenschijnlijk half geslaagde viering van Brussel 2000, nu al 14 jaar geleden, het een halve slag in het water was. Maar er is toen heel veel op het terrein gebeurd. Heel veel samenwerkingsinitiatieven die we nu vandaag zien floreren zijn toen ontstaan. En ook bijvoorbeeld de ronde tafel die eigenlijk al bestaat, het Brussels Kunstenoverleg, waar u naar verwijst, mevrouw Idrissi, dateert eigenlijk uit die periode of is in elk geval daarop gegrondvest. Nu is het denk ik zinvol om de volgende stap te doen. En er zijn eigenlijk twee initiatieven die elkaar wat doorkruisen, maar elkaar zouden aanvullen. De twee vragen zijn in die zin ook wat geschenkt. Ik heb u al gezegd dat ik contact heb met mevrouw Milquet in verband met de invulling van het cultureel samenwerkingsakkoord. Wij zien elkaar opnieuw begin december. Dat vordert. En ik wil met haar eerst, laten we zeggen, tot een inhoudelijke invulling overeenkomst komen, waar we dan zeker in het parlement ook een debat kunnen over hebben, alvorens mij vast te pinnen op de middelen. Dus die vraag komt net te vroeg. Mevrouw Milquet heeft, laten we zeggen, als terecht uitgangspunt die verdeelsleutel naar voren geschoven, maar daar moeten we nu nog over praten. We zijn al opgeschoten de voorbije weken, maar ik heb liever van daar pas over te communiceren, als dat met haar volledig afgestemd is, dan daar nu fragmentair iets over te zeggen. Dus dat wordt zeker vervolgd en gaat in de goede richting. De andere opening die ik heb willen maken dit weekend is om te kijken, ook naar aanleiding, niet dat dat de finaliteit moet zijn of het zwaard van Damocles boven het debat, naar aanleiding ook van de besparingen, ook federaal hebben gezegd, is dit nu niet een moment om de energie die daar al lang rond bestaat bijeen te brengen en te kijken hoe we niet alleen met Vlaanderen en de Franse gemeenschap, maar ook met de federale instellingen in Brussel, een ronde tafel kunnen creëren met verschillende ministers om te kijken hoe we naar een geïntegreerd, u noemt het terecht zo, cultuurbeleid kunnen gaan, zichtbaarder, kwalitatiever, ook beter op elkaar afgestemd, waardoor de economische aspecten van zo'n cultuurbeleid voor externe, niet alleen voor de Brusselaars, maar ook als toch wel kleine wereldstad zichtbaarder kunnen worden en waar we dus ook die effecten kunnen uithalen. Dit gaat stap voor stap. De eerste reacties zijn bemoedigend. Ik zal u daarover op de hoogte houden. Het is in de politiek zo dat er altijd ergens een ronde tafel staat. Die is eigenlijk nooit weg. Men moet er zich alleen op een gegeven moment gaan aanzetten. Ik heb ze opnieuw wat zichtbaar proberen te maken. En de verschillende mensen van de politiek, maar ook van het werkveld, hebt u terecht gezegd, die zich geroepen voelen om mee aan te schuiven, zullen bij het begin van het nieuwe jaar, of kort na het begin van het nieuwe jaar, de volgende informatie daarover krijgen om te zien hoe we het aanpakken. Want u weet het, er zijn veel partners, politiek en ook op het veld. We moeten de juiste stappen zetten. Niet te traag, maar ook niet te snel, op het juiste ritme. Meneer Pochet. Dank u wel, meneer de minister. Wat ons betreft moet de invulling van dat overlegplatform redelijk ruim zijn. Dus niet louter over de kunsten, dat is uiteraard zeer belangrijk, maar ook het socio-culturele en waarom niet, dat staat ook regelmatig in het regeerakkoord vermeld, de creatieve en culturele industrie daarbij betrekken. Dus voor ons mag dat zeker vooruit gaan. Ik zou wel willen waarschuwen voor een suggestie die mevrouw Milquet doet in Le Soir van maandag, namelijk om daar ook de 19 gemeenten bij te betrekken. Ik denk dat als u erin slaagt om een akkoord te maken tussen twee
de gemeenschappen en eventueel 3, het gewest erbij, 4, federaal en 5, want u sprak ook over Europa in het interview, dan verdient u een dikke pluim. Maar ik zie het eigenlijk echt niet gebeuren om het met 24 te doen. Dus laat het ons voorlopig daarbij behouden. Mevrouw Idrissi. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Nu, zo'n ronde tafel mag natuurlijk geen praatbarak worden die goed genoeg is voor alle politieke ego's. Het is belangrijk dat daar ook concrete resultaten uit voortkomen. En u geeft het zelf ook wel aan van u gaat met het culturele middenveld daarbij betrekken. Ik denk dat u ook kan voortborduren. Er is op begin januari heeft het kunstenoverleg eenzelfde initiatief genomen zoals dat misschien hebt u daar de mosterd gehaald, want zij hebben daar ook alle politieke actoren samengebracht. Alleen is het een besloten vergadering, dus ik denk dat het goed is dat, dat wat daar besproken wordt, dat u dat ook mee opneemt. En natuurlijk hebt u een fantastisch werk, een ambitieus plan dat eigenlijk al klaar ligt voor, over de Brusselse culturele ambities. Ik ben ervan overtuigd dat u dat als blauwdruk mee gaat kunnen nemen in uw ronde tafel. Goed, dankjewel. Wie wens aan te sluiten? Meneer Meremans. Dank u wel, meneer de voorzitter. We zijn een zelfbewust en assertief volk, gemeenschap, natie. En natuurlijk, ik heb altijd het samenwerkingsverband met andere gemeenschappen toegejuicht. Ik heb dat vorige legislatuur gedaan. Ik ga dat hier ook nog altijd doen. Dat wij inderdaad met andere cultuuractoren samenwerken, lijkt me logisch, zeker in Brussel. Waarbij natuurlijk onze instellingen, zoals het regeerakkoord zegt, die culturele Vlaamse ambassadeurs zijn. Dus de link met Vlaanderen moet wel behouden blijven. Wel twee bedenkingen, meneer de minister. Ik deel de bezorgdheid van collega Pochet, die zegt van kijk, ja, de oproep van mevrouw Milquet om daar de complexiteit van die gemeente daar nog eens bij te nemen, dan inderdaad, zoals mevrouw Idrissi zegt, vindt een culturele kat haar jongen niet meer terug. Ik zou zeggen, keep it simple, Franstalige gemeenschap, onze partner. Tweede, toch een bedenking bij een uitspraak in Brussel Nieuws, waarin staat, dit moet medeleiden tot een verdeelsleutel voor de culturele subsidies tussen de verschillende politieke niveaus. Goed. Ofwel begrijp ik daaruit, en dat zijn de twee vragen, als ik nog mag, heel kort, meneer de voorzitter. Die gemeente, als het gaat over gemeenschapsverschillende initiatieven, daar kunnen we daarin meegaan. Maar als het gaat over meer geld op de vraagverrijders voor de biculturele instellingen, lijkt het mij ook logisch dat we vanuit Vlaanderen daarin ook meer zeggingschap, meer inspraak kunnen krijgen. Meneer de Geuk. Dank u. Dank u, meneer de voorzitter. Ja, meneer de minister, ik ben eigenlijk heel tevreden dat u dat culturele samenwerkingsakkoord waar wij toch vrij lang op moeten wachten hebben, dat geen dode letter blijft en dat daar inderdaad op verder gegaan wordt. Ik denk dat dat inderdaad een heel goed initiatief is. Ik ben niet zo zeker, en mevrouw Idrissi, u gaat mij gelijk geven vanuit Brussel, dat we in een volgend stadium daar wel die gemeenten bij moeten betrekken, want die hebben wel degelijk een belangrijk budget in Brussel in handen om te kijken wat dat we daar mee kunnen doen. Maar vooral, en dat zou ik u toch willen vragen, meneer de minister, om die dialoog, die ronde tafel ook aan te grijpen, om te kijken wat er mogelijk is om als gemeenschappelijke boodschap in een volgend stadium over te brengen naar die federale overheid, voor te kijken welke mogelijkheden dat er zijn van alternatieve financiering, zodanig dat we extra geld uit die private sector in die culturele sector kunnen inbrengen en daardoor meer zuurstof geven aan die culturele sector. Minister Gats. Dank u wel voor de bijkomende input, die eigenlijk ook al een poging is van ieder parlementslid, en dat hoort ook zo, om de agenda mee te bepalen. Hè. Dus wat ik nu doe, om het nog eens heel simpel te zeggen, er is een as ontstaan in het cultureel samenwerkingsakkoord tussen twee gemeenschappen. Dat is al een basis waar we voorzichtig kunnen opbouwen. Ik zou er nu graag een driehoek van maken door ook het federale niveau erbij te betrekken, omdat er in Brussel belangrijke federale culturele instellingen zijn. Dat lijkt me als uitdaging al bout genoeg, om het zo te zeggen. Om daar natuurlijk een hele pleiade van allerlei overheden bij te betrekken, dat zullen we zien. We zullen zien wat de wensen van de andere gesprekspartners zijn. Maar keep it simple is voor mij altijd een goede leidraad in de, zou ik zeggen, in de politiek. Dus we gaan stap voor stap gaan. En wat de agenda betreft, die zullen we ook natuurlijk samenstellen met de verschillende overheden. Ik dank u allemaal voor de nuttige suggesties die erbij genomen zijn. En het is natuurlijk zo, mevrouw Idrissi, een goed idee heeft altijd vele vaders en moeders. Ik denk dat het boekje dat u daarnet boven het sprekersstoel hield een heel nuttige basis is.
Ik denk dat er ook verschillende parlementaire debatten hierover in het verleden rond geweest zijn. Ik heb weet van een interessant stuk ook van een CDH-parlementslid. Ik refereer zelf ook graag naar een boekje uit 2009, Het verdriet van Brussel, van ASP Editions, waar dus eigenlijk ook een stukje als referentiekader de Smithsonian Institute in Washington en de Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlijn wordt aangehaald. En dat zijn interessante modellen vanuit het Angelsaksische en het Continentale gegeven, waaraan wij ons toch een stukje moeten kunnen meten, omdat dat ook telkens geïnstitutionaliseerde samenwerkingen zijn binnen hoofdsteden, binnen een federaal land. En dus dat zijn interessante zaken waar wij gaan op voortborduren. Dus er zijn een paar boeiende data. Begin december het samenwerkingsakkoord, stap voor stap. Dan hebben wij ook inderdaad op uitnodiging van het Brussels Kunstenoverleg, waar we al eens een eerste gedachtenwisseling kunnen hebben. En dan zullen wij met de betrokken overheden, niet te veel, niet te weinig, de juiste agenda opstellen. En dan stel ik voor dat wij elkaar rendezvous geven in het parlement wanneer de krokussen uit de grond kruipen. Meneer Potjeijs, slotopmerking. Ja, als we dan geen winter hebben, kan dat snel gebeuren. Pas op, minister. Dat is waar. Maar dat is waar. Ik zou u nog één waarschuwing willen geven en dan een aanmoediging. Een waarschuwing. Laat ons echt vanuit die gemeenschapsvisie blijven werken. Ik ben ervan overtuigd dat u dat wil doen. Laat ons daaraan houden. Laat ons vooral geen extra Brussels cultureel structuurtje bouwen, want daar heeft eigenlijk niemand wat aan, denk ik. En voor de rest, veel succes met de samenwerking. Ik ben heel blij dat u nu een inhoud meer gaat geven aan het cultureel samenwerkingsakkoord. En ik denk dat u op onze fractie kan rekenen om mee te bouwen aan extra aanbod voor verrijking, voor de Brusselaars, culturele verrijking, uiteraard. En voor alle Belgen, dank u. Mevrouw Idrissi. Ja, dank u wel. Zoals we reeds zeiden, we juichen samenwerking toe. Dus dat is echt wel voor ons heel belangrijk iets. U sprak daar juist van een driehoek. Hè. Ik zou eerder spreken van een ruit, want u vergeet Brussel. U hebt het over de gemeenschappen, u hebt het over het federale. Maar ik denk als het over de Brusselse cultuur gaat, dat de Brusselse overheden daar ook bij betrokken moeten zijn. Wat ik ook belangrijk vind, en u gaat daar ook wel voor een deel mee op in, is dat die agenda niet alleen bepaald wordt door de politici die rond de tafel zitten, maar ook door het culturele middenveld. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En de voorbeelden die u aanhaalt, waar u inspiratie gaat halen, dat gaan we zeker ook mee opvolgen. Kunnen we ook achterstaan. En ik hoop dat die rendezvous dat u ons geeft, als de krokussen uitkomen, ik hoop dat eigenlijk veel eerder zal zijn, want anders wordt dat wel heel lang wachten. Goed. Volgende actuele vraag is van de heer Paul van Miert. Tot de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het overleg met de Europese Commissie betreffende het uitvoeren van grote publieke investeringsprojecten na de invoering van de strengere Europese begrotingsregels. Meneer Van Miert. Dank u, voorzitter. Collega's, minister-president. De invoering van de nieuwe reglementering, de nieuwe begrotingsregels door Europa, hebben ervoor gezorgd dat de overheidsperimeter en natuurlijk dan ook de PPS-projecten die bij ons zijn opgenomen in het regeerakkoord, dat we daar een beetje nare gevolgen hebben. We kennen de dossiers die zijn opgenomen, ze zijn hier ook al vaak aan bod gekomen, dus dat heeft geen betoog meer nodig. Het gaat onder andere om Oosterweel en de scholenbouw onder scholen van morgen. U had ook al aangegeven in een van de vorige plenaire vergaderingen dat u dringend werk zou maken van een overleg, het opstarten van besprekingen met Europa hieromtrent. En ik had begrepen dat u vorige week donderdag met mevrouw Thijssen, eurocommissaris voor werk, hierover gesproken heeft, hierover een afspraak had. Ondertussen hebben wij ook kunnen zien dat vanuit de Vlaamse regering een pamflet is geschreven, een position paper omtrent deze hele problematiek en dat er een aantal suggesties worden gemaakt, een aantal denkpistes omtrent de ganse problematiek. En mijn vraag aan u, meneer de minister-president, is dan ook heel kort en heel bondig. Mogen wij als Vlaamse parlementsleden delen in de informatie van het gesprek van vorige week donderdag met de eurocommissaris? Minister-president.
Dank u wel, voorzitter. Collega Van Miert, inderdaad, u weet dat het standpunt van de Vlaamse regering is dat wij enerzijds een begrotingsevenwicht willen, budgettaire orthodoxie, maar anderzijds ook zoveel mogelijk willen investeren. Wij botsen daar op het Europees rekeningenstelsel. Onze vraag is eigenlijk dubbel. Ik heb dat hier al geformuleerd. Wij vragen dat wij voor publieke investeringen zouden mogen kunnen afschrijven, zoals de privésector dat ook doet. Wij moeten nu boekhoudkundig bedragen boeken die we niet uitgeven op het moment dat de werken opgeleverd worden. Wij vragen zoals particulier die een huis bouwen, een huis kopen, die daarvoor lenen, dat ze elk jaar een bedrag mogen opnemen in hun budget. Dat is een fundamentele wijziging van die regel. In afwachting daarvan, of subsidiair, zo je wil, vragen wij dat de Europese regels zouden toelaten dat in een aanpassing, dat er een afwijking mogelijk is van het aanpassingstraject voor de middellange termijn doelstellingen. Dat is mogelijk met de verordening van 21 mei 2013. En de commissie heeft daarvan gezegd dat kan voor landen met negatieve economische groei. Vragen wij dat die afwijking zou kunnen voor de hele eurozone als verkerend in tijden van ernstige economische moeilijkheden op dit ogenblik. U weet dat de groeiprognoses laag zijn. Ik heb dit bij het kennismakingsbezoek met mevrouw Marianne Thijssen ook aangekaart. Ze heeft mij gevraagd om dit te bezorgen aan de voorzitter van de commissie. Dat heb ik ook gedaan. Dat is bezorgd aan meneer Jonker. Wij kaarten dat natuurlijk ook intra-Belgisch aan met het oog op standpuntbepaling op ECOFIN en dan de Raad, de Europese Raad in december, die daarover zal gaan. Ik kom terug van de Europese Raad van morgen. Ik moet u zeggen dat de vraag naar publieke investeringen, dat die leeft in heel veel lidstaten. Meneer Van Meer. Dank u, meneer de minister-president, voor uw antwoord. Ik heb begrepen dat we dus nog eigenlijk helemaal aan het begin staan van het overleg en van de discussie. En in mijn persoonlijk aanvoelen, en misschien ook een beetje als nieuweling, is dat toch een beetje zuur. Als je ziet dat deze Vlaamse regering ook in de vorige legislatuur toch eigenlijk altijd, als het gaat om boekhouding, als het gaat om begrotingen in evenwicht, toch wel een goede leerling is geweest. En als je dan ziet dat die investeringen, u hebt het zelf aangehaald, de groei is eerder klein en zal ook de volgende jaren nog stagneren. En als we dan zien dat die investeringen die we zo broodnodig hebben, dat we die niet direct kunnen uitvoeren, dan is het een beetje zuur. Mensen hier om aan te sluiten. Neuvel. Meneer Zoska. Meneer Van Meubel. Ja, meneer de voorzitter, ik denk dat het inderdaad een heel belangrijk thema is, want dat is toch het leidmotief van deze Vlaamse regering. Kunnen blijven investeren, investeren in de toekomst van Vlaanderen, ook via grote infrastructuurwerken en toch de kas op orde houden. Ik denk dat dat het goede leidmotief is waar wij 100% achter staan. Het zal anderzijds niet evident zijn om vanuit Vlaanderen die Europese boekhoudkundige regels nu te veranderen. Ik denk dat we daar inderdaad toch wat steun moeten zoeken. En ik heb een vraag aan minister-president of dat hij dat ook gisteren aan bod heeft gebracht met zijn collega van Noord-Rijn-Westfalen. Meneer Joska. Ja, meneer de minister-president, ik ga u binnen het tijdsbestek van de actuele vraag een bijkomende vraag stellen. Ik ga straks bij orde-motie u nog een aantal andere vragen stellen. Maar mijn vraag is eigenlijk vrij eenvoudig. U hebt eigenlijk in de septemberverklaring op 22 september verklaard wat betreft die PPS'en en die constructies, hebt u eigenlijk letterlijk gezegd dat er de gewijzigde houding van Eurostat is ten opzichte van een aantal gefinancierde initiatieven zoals Scholen van Morgen, het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden, VIPA, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Tunnel Liefkezoek, en dat die gewijzigde houding van Eurostat leidt tot die 446 miljoen euro die nu de begroting binnenkomt. Mijn vraag is eigenlijk zeer eenvoudig. Blijft u bij die uitspraak? Nee, kom mee. Ja, dank u, voorzitter. Eigenlijk dezelfde vraag, want dat is voor de hele begrotingsbespreking die we aan het doen zijn zelfs belangrijk op dit moment. Het is een keuze die is gemaakt om het op die manier te behandelen, gegeven de regels. Maar als, zoals de minister-president zegt, er heel breed vraag is, en ook in uw eigen formulering, om te zorgen dat dat op middellange termijn kan verwerkt worden, dan zit je plots met een heel andere begrotingssituatie, zeker naar uw investeringen toe. Ik zag staan dat het ook gaat voor een stuk om investeringen die te maken hebben met hernieuwbare energie en misschien het vermijden van energiegebruik. Het zat niet direct in uw opsomming in uw twee voorbeelden, maar ik zag dat, dat het wel bovenaan stond. En mijn tweede vraag daarbij is, want het is wel interessant voor heel het parlement om het te weten of de lijstjes die in de media stonden, of dat volledig is, of zitten daar nog andere zaken bij. En met nadruk die vraag
Als het gaat over energiebesparing en alternatieve energie, zijn daar nog andere projecten die bekeken worden? Minister-president. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wel een aantal zaken. Ik heb inderdaad, collega Van den Heuvel, ik heb het aangekaart in Noord-Rijn-Westfalen ook, bij Hannelore Graaf, de minister-president. Ik had die position paper ook bezorgd vooraf. Ze hadden hem nog niet bestudeerd. Zij hebben ook gezegd dat zij verwachten dat in de bondstaat pas vanaf 2020 de nulgroei norm voor schuld zal opgelegd worden aan de lender. Dat is een andere positie dan bij ons natuurlijk, maar niettemin, ook zij zijn geconfronteerd met heel grote uitdagingen in zaken investeringen en zeggen dat ook heel serieus bekijken. Ik heb trouwens in andere contacten al met ambassadeurs, met buitenlanders die ertoe doen, de zaak aangekaart. Collega Joska, inderdaad, het is zo dat is natuurlijk work in progress geweest. Ik kan niet in detail, ik heb het ook niet in het hoofd aanhalen wat er precies vanwege Eurostat geschreven is met betrekking tot scholen van morgen, VIPA enzovoort. Dat is ook correspondentie die rechtstreeks gevoerd is destijds met de betrokken minister. Ik weet met grote zekerheid dat voor Tunnel Liefkezoek dat in 2010 de positie van Eurostat was dat die buiten begroting mocht geplaatst worden en dat er in 2014 een brief gekomen is met ook van Eurostat met toepassing van ESR 2010 dat het moest ingekanteld worden dat binnen begroting moet komen. Dat is zeer zeker daar en dat is voor de grootste investering. Dat is een veranderde positie. U weet ook dat aanvankelijk scholen van morgen, VIPA, PPS'en, dat daar met een andere bril tegen aangekeken werd door de instanties, door Eurostat. Precieze verloop van die aangelegenheid kan ik natuurlijk hier niet zomaar op de banken weergeven zonder de stukken bij mij te hebben. Collega Krombé, wat u aankaart is eigenlijk nog iets anders. Dat gaat over het programma Juncker dat hij geïnitieerd heeft nog voor hij geïnstalleerd was. En waar het komt, tuurlijk, het spoort allemaal, daar ben ik het met u eens, maar heeft gezegd, wij moeten komen tot 300 miljard bijkomende publieke investeringen. Modaliteiten daarvan zijn niet gekend, financiering daarvan is niet gekend. De Europese Investeringsbank of andere middelen, er is ook terughoudendheid, discussie nog binnen een aantal lidstaten. Maar in elk geval is gevraagd op ambtelijk niveau om een aantal dossiers. En het criterium is dat ze bankable zijn, dat ze klaar zijn om in aanmerking te komen voor financiering, dat die zouden bezorgd worden. Onze administratie heeft dat gedaan, dat is puur op administratieniveau, er is geen politieke selectie in gebeurd, ook Europees nog niet een andere. Dit wordt dus via de FOD Financiën bezorgd en dat wordt ook op DGE nu en dat wordt dan later Europees besproken. Ik denk met zeer grote snelheid, want in principe die raad in december zal daarover gaan. Maar dat is een beetje blind varen. Niemand weet eigenlijk, ten eerste of het zal goedgekeurd worden, ten tweede voor welk bedrag. En drie, welke modaliteiten er zijn enzovoort. Dus wat nu eigenlijk gebeurd is, dat is dat er ambtelijk een voordeling gebeurd is van wat bankable dossiers zijn, zonder dat wij eigenlijk weet hebben van enig criterium. En het is ook puur nog maar op het ambtelijke vlak dat daar een voordeling voor gemaakt wordt. Meneer Van Meer, tot opmerking. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister-president, wij hebben er alle vertrouwen in dat u zelf en uw ploeg verder zult aandringen op een snelle beslissing van Europa in deze, zodanig dat Vlaanderen met deze projecten kan verder gaan. En ik denk ook dat het duidelijk is voor alle collega's, meerderheid of oppositie, dat wij deze projecten niet alleen nodig hebben voor het project op zich, wat het project op zich betekent, maar dat die projecten ook een economische dynamiek kunnen meebrengen en zullen meebrengen. En een economische dynamiek die wij als Vlaanderen op dit moment zeker goed kunnen gebruiken. Goed, dank u wel, meneer Zoska. Minister-president. Ja. Ja, ik heb nog een aantal vragen aan u bij ordemotie. Ik ben er daarnet de zitting mee begonnen en we hadden afgesproken dat op het moment dat u in het halfrond was, ik mijn vragen kon herhalen. U weet natuurlijk, want dat is ook in overleg met uw kabinet gebeurd, er is een vraag van mij geweest op 16 september 2014 om alle briefwisseling die tussen de kabinetten is gegaan, omtrent alle PPS-projecten tussen de kabinetten INR en Eurostat en ook de adviezen van Eurostat ter beschikking te leggen van het parlement, omdat daarover, onder andere door u, in de septemberverklaring ook wel verklaringen over zijn afgelegd. En u had daarnet, vond ik, gaf u wat de indruk dat u wat terugkrabbelde wat betreft eigenlijk het dossier scholen van morgen, terwijl daar in het publieke debat regelmatig toch naar verwezen is dat het de schuld van Europa was dat dat dossier nu in de begroting binnenkomt.
Nu, ik heb die documenten opgevraagd. Het heeft zeer lang geduurd eer ik die had. Dat heeft maar liefst bijna anderhalve maand geduurd. En dus u hebt eigenlijk op 31 oktober het dossier neergelegd. U hebt op 31 oktober het dossier neergelegd. Dus van bij het begin afgesproken. U hebt het dossier eigenlijk neergelegd onder de vertrouwelijkheid. Op 31 oktober. Nu, alle parlementsleden kunnen dat inkijken, maar door het feit dat u daar de vertrouwelijkheid oplegt, kunnen wij met de informatie niet aan de slag, terwijl er door u, maar ook door uw voorgangers, verklaringen zijn geweest over Eurostat en de gewijzigde houding. Dus ik heb via de voorzitter van het parlement eigenlijk gevraagd deze week om die vertrouwelijkheid op te heffen. En ik wil dat nu aan u vragen, in hemelsnaam, hoe komt het dat met dit parlement de Eurostat-adviezen niet publiek zijn? Dat terwijl bijvoorbeeld Eurostat zelf aangeeft dat zij wat betreft hun adviezen een transparantieclausule hanteren. Een transparantieclausule kan hanteren en dat u die zelf blijkbaar ook in het verleden vanuit de Vlaamse regering eigenlijk tegenhield. Dus mijn vraag is hier, meneer de minister-president, laat ons een gelijk speelveld creëren. Laat ons de informatie, toch tenminste die van Europa komt, in officiële Eurostat-adviezen. Laat dit alstublieft ook een parlementair document zijn waarop we kunnen debatteren. Want dat is toch een van de essenties van een parlement. Dat uitspraak die gedaan worden door ministers, dat we die ook kunnen controleren. En ik stel vast, tot op de dag van vandaag, dat dat niet het geval is. En ik zie ook niet in waarom die vertrouwelijkheid op dat dossier ligt. Bovendien, en dat is een tweede vraag, die zal u ook doorgespeeld worden door de voorzitter, want ik heb de voorzitter daarover een brief geschreven. Het dossier was zeer onvolledig. Daar zitten zeer grote gaten in. Er zijn daar Eurostat-adviezen waar verwezen wordt naar documenten van de Vlaamse regering die niet in dat dossier zitten. Er zit bijvoorbeeld niks in over VIPA. Er zit niks in over VMSW, terwijl mijn oorspronkelijke vraag wel degelijk was om over al die PPS-projecten die informatie te krijgen, waar trouwens publieke verklaringen over zijn afgelegd. Dus nogmaals, mijn vraag rechtstreeks nu aan u is, geef dit parlement ook de instrumenten waarmee het kan werken, hef die vertrouwelijkheid op, vul dat dossier aan, dat we tenminste op een serieuze manier het debat kunnen aangaan en dat we publieke verklaringen ook kunnen confronteren met informatie die in dat dossier zit. Meneer Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is al verschillende keren aan bod gekomen op het uitgebreid bureau dat de oppositie, nu zij zo klein is, hè, dat er bepaalde zaken uit het reglement niet meer ter hunner beschikking staan, dat zij respect vragen voor de manier waarop dat de meerderheid met de oppositie zou omgaan. Ik denk, meneer Joska, dat dat ook omgekeerd de vraag mag zijn. We gaan hier nu tijdens de actuele vragen allerlei debatten gaan organiseren die u aantrekt via een motie van orde. Gewoon zaken die u niet eens eerst op het uitgebreid bureau gebracht heeft. Wanneer hebt u deze vraag ter sprake gebracht op het uitgebreid bureau, waar zij eigenlijk aan bod zou moeten komen? Heeft u dat gedaan? Nee, u heeft dat niet gedaan. Want dan vind ik dat zeer jammer dat u op die manier, hier nu, om een beetje media-aandacht te krijgen, dergelijke zaken ter sprake brengt. Dat is het punt. Uw enige doelstelling is media-aandacht. Want u had waarschijnlijk nog heel wat medestanders gevonden op het uitgebreid bureau. U had daar ongetwijfeld nog heel wat medestanders gevonden. Maar u heeft ervoor gekozen om dat hier ter sprake te brengen, waar het helemaal niet thuis hoort. Ik vind dat bijzonder jammer. Meneer Combe. Ja, voorzitter. We hebben allemaal medelijden met de meerderheid. Hè? Dat iemand die in het begin van de zitting bij ordemotie aankondigt en motiveert waarom en in welke volgorde correct het woord vraagt, dat ook neemt en zijn uitleg doet. Dat het u stoort, meneer Diependalen, dat kan ik mij best voorstellen, dat de vraag u stoort. Maar alles is reglementair verlopen. En omdat u er zelf over begint, en we gaan straks er een staaltje van hebben, als het gaat over het respect van de meerderheid naar de oppositie, ik ga dat in alle rust met de voorzitter eerst bespreken, maar zijn er dingen aan het gebeuren in dit parlement die eigenlijk zelden gezien zijn. Hè? Die zelden gezien zijn. We hebben gisteren, als je de uitleg wil, is dat uw vraag, ik zal u geven. Wat er gisteren gebeurd is. Er is een discussie geweest in Binnenlandse Zaken over de begroting. Een van de discussieelementen ging over, in de situatie 2014, aanvullende personenbelasting. Op een bepaald moment, en ik was aan het woord, is het woord aan de meerderheid gegeven en hebben ze gestemd en mocht ik mijn uitleg niet verder zetten. Dat is er gebeurd en er is... Ja, maar dat is wat dat er gebeurd is. Dat is gewoon wat dat er gebeurd is. Het strafste is, meneer Diependalen, omdat je toch vraagt waar dat over gaat, het strafste is dat diezelfde discussie die mij werd aangevreven van veel te lang en veel te breed, door twee meerderheidspartijen hier in de actuele vragen is gesteld. Ik kon dat ook in alle rust met de voorzitter daar doen, maar als jij hier komt beweren
dat de meerderheid zo respectvol is voor de oppositie. Er zijn dingen aan het gebeuren in de begrotingsbesprekingen die hier in dit parlement nog nooit gebeurd zijn. En hij gaat er ver in, hè? Want ik ben stilgelegd in een discussie waar dat exact dezelfde discussie door de meerderheid hier in de actuele vragen komt. Reglementair zouden we dat zelfs kunnen... We kunnen dat reglementair zelfs betwisten, want er is in het bureau... Er is in het bureau en hier afgesproken dat de begroting is. Dus voorzitter, het is daar dat we het straks gaan over hebben. Ik ben stilgelegd in een uitleg over een amendement op een onderwerp die hier nu door de meerderheid wordt gevraagd. Dus stop met het respect dat de meerderheid zou hebben op dit moment voor de oppositie, meneer Diependaal. Meneer De Roo. Ja, voorzitter, beste collega's, ik heb... Meneer De Roo heeft het woord. Ik heb zelf ook gebruik gemaakt van het inzagerecht om het dossier te gaan inkijken. Naast het feit dat ik u ook een aantal verzoeken heb overgemaakt van ontbrekende stukken om het dossier volledig te kunnen lezen, zie ik nog een reden om heel snel die informatie vrij te geven. En die is namelijk dat we in de commissie onderwijs, ik kan alleen maar een stukje PPS onderwijs bekijken, we afgesproken hebben dat een van de prioriteiten het komende werkjaar masterplan scholenbouw is. En ik denk ook dat we opgenomen hebben in het regeerakkoord dat weliswaar lerende uit het verleden een formule van PPS niet uitgesloten is voor de toekomst. Wel, lerende uit het verleden moeten we als parlement en als controlerend orgaan kunnen doen op basis van de juiste informatie. En dan ga ik mij niet mengen in het over- en weerslingeren van verwijten dat het mag of niet mag. Ik stel alleen vast dat ik een aantal verklaringen van de vorige regering gehoord heb als lid toen van de oppositie, die ik met de huidige stukken niet bewaarheid zie. Ik zeg wel met de huidige stukken, want misschien zijn er argumentaties van de toenmalige minister van Onderwijs of van de Vlaamse regering, die nu niet in het dossier zitten, die misschien een ander licht gooien. En dus ik hoed mij op dit moment, en ik zal het ook vragen aan iedereen die het dossier gezien heeft, ik hoed mij om publieke verklaringen te doen over het dossier, omdat het onvolledig is. Dus in belang ook van eventuele toekomstige investeringen via die formule, moeten we er lessen kunnen uittrekken. En lessen kan je alleen maar leren als je alle stukken hebt. Dus op dat vlak had ik gisteren ook het verzoek aan de voorzitter overgemaakt om nog extra informatie te krijgen. Los van al dat politiek gehakketak. Minister-president. Ik moet zeggen dat ik compleet verrast ben. Collega Joska, u weet dat ik al respect heb voor u en uw parlementair werk. U zegt dat u om 2 uur aangekondigd hebt dat u mij hierover zou interpelleren. Ik weet dat niet. Ik kan hier op de banken niet een antwoord geven op uw beweringen dat dit dossier niet volledig zou zijn. Ik hoor nu van de voorstel dat er een brief onderweg zou zijn. U hebt per brief stukken gevraagd. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om die stukken te krijgen. Die zitten niet bij mij, die zitten niet bij Financiën en Begroting, die zitten bij de diverse vakadministraties. Die zijn verzameld, die zijn bezorgd. Nu zegt u dat is onvolledig, ik heb daar opmerkingen bij. Ja, ik ga die brief bekijken, we gaan dat onderzoeken, we gaan u daarop een antwoord geven zoals dat altijd is. Maar het is hoogst ongebruikelijk, denk ik, dat er midden actuele vragen plotseling een vraag gesteld wordt over een dossier waarover we schriftelijk in contact zijn, waar ik zelf persoonlijk niet eens een brief ondertekend heb. Mijn kabinet heeft alle moeite gedaan om stukken te verzamelen. Nu hoor ik dat er opmerkingen over zouden zijn, dat ze niet volledig zijn, dat de vertrouwelijkheid betwist wordt. Ik ga daar niet op de banken antwoorden. Maar straks gaat u mij zeggen over 14 dagen, u hebt dat toen verklaard over die stukken. En als ik ze niet bij mij heb, ga ik me daar nu wel eventjes van onthouden. Meneer Somers. Ja, voorzitter, voor een ordentelijk debat waar we allemaal belang bij hebben. Debat. Nee, maar voor een ordentelijk debat in dit parlement waar we allemaal belang bij hebben. Er zijn stukken ter inzage. Een aantal collega's zijn die gaan bekijken. Collega's vragen aanvullende stukken. Die vraag is aan u gesteld. U als voorzitter bent daar de bewaker en de hoeder van. Ik denk dat gewoon de volgende stap in deze procedure is dat u analyseert of deze vragen van de collega's juist zijn of niet. Mocht daar discussie over zijn, dan hebben we daar het bureau of het uitgebreid bureau voor. U kan dan verder vragen stellen aan de minister-president ter aanvulling. En op basis van een volledig dossier, en ik sluit me daaraan bij meneer De Roo, moeten we niet nu, maar op basis van een volledig dossier, zou hier een gestructureerd debat kunnen overgevoerd worden, indien daar noodzaak zou zijn. Nu, bij de actuele vragen proberen dit debat te voeren, lijkt mij weinig zinvol. Omdat iedereen zich op dat debat op een ernstige manier moet kunnen voorbereiden. Ook vanuit mijn fractie zijn er vragen geweest aan u, voorzitter, om dit dossier te vervolledigen. En pas bij een volledig dossier, denk ik, is de zaak rijp voor debat. Dus mijn pleidooi zou zijn om hier de gewone procedures te volgen, de voorzitter van het parlement de kans te geven die vragen te stellen aan de uitvoerende macht om het dossier te vervolledigen. En op basis van een volledig dossier dan hier het debat te voeren, desnoods met de minister-president.
Collega's, het is geen debat, maar elke volksvertegenwoordiger, meneer Diependaal, ook ten behoeve van nu, artikel 50.6 zegt, je mag ten alle tijde het woord vragen bij ordemotie, elke fractie mag 5 minuten tussenkomen. Ik kan natuurlijk niet, ik kan niet weten wat iemand gaat vragen als je het woord bij ordemotie vraagt. Kijk maar op bladzijde 55 van het reglement. Dat is één. Ten tweede, ik waak over het inzagerecht van de volksvertegenwoordigers. En ik ben gevat geworden door een mail, denk ik, van meneer De Roo en een brief van meneer Joska. En het is meneer Joska natuurlijk vrij om aan de plenaire vergadering de andere leden daarop attent te maken. Absoluut. Wat heb ik dan inmiddels gedaan? Ik heb nu een brief gestuurd van 4 bladzijden met alle ontbrekende stukken die in het dossier zitten. Die heb ik nu gericht aan de minister-president. En de minister-president zal daar, en trouwens, wij doen het altijd in een opbouwende dialoog, zal de minister-president me daar een keurig antwoord op geven. Niet meer en niet minder. En daarmee sluit ik dat debat af. Het is hier geen debat, er wordt geen reactie meer gegeven. Elke fractie heeft de mogelijkheid gehad om maar dingen te zeggen en daarmee sluiten we het af. We hebben 5 minuten. Goed. We hebben 5 minuten, voorzitter. Dan gaan we over naar de volgende. Zelf gezegd, we hebben 5 minuten. Nee, maar dan gaan we een debat krijgen. Zal het in één zin zijn? Enzovoort. We gaan nu over tot de volgende actuele vragen. En u kunt daar ongetwijfeld nog op terugkomen over dat hele PPS-verhaal en alles wat ermee te maken heeft. Goed, de volgende actuele vragen, dat zijn er 4. De actuele vraag van de heer Koen Duinens tot mevrouw Hilde Krevits, vice-minister-president van de Vlaamse regering. Vlaamse minister van Onderwijs over de plannen van de KU Leuven om aan ondermaatskorende studenten de verderzetting van een opleiding te weigeren. Mevrouw Tine Soens over het voorstel van de KU Leuven om slecht presterende studenten het eerste jaar te weigeren. Mevrouw Meuleman over de herinschrijving van niet geslaagde studenten in het hoger onderwijs. En tenslotte de heer Jenne de Potter over het voorstel van de KU Leuven om slecht presterende studenten de herinschrijving te weigeren en de aanpak van de nadelige effecten van de flexibilisering van het hoger onderwijs. Meneer Daniels. Minister, dit weekend heeft de KU Leuven een moedig voorstel gedaan en heel wat debat op gang gebracht in verband met hoe om te gaan met, sommige kranten titelden, zwaar gebuisde studenten, maar het gaat eigenlijk over studenten met een zeer lage studie-efficiëntie. De KU Leuven heeft middels empirisch onderzoek, dus met cijfers, vastgesteld dat studenten die minder dan 30% van hun studiepunten verwerven, dat zij eigenlijk zeer weinig kansen hebben om te slagen. Zeer weinig kansen, in die zin zelfs, dat van de 345 studenten die zij gevolgd hebben, die geen 30 studiepunten hadden, dat zij eigenlijk vaststelden dat nauwelijks studenten daar nog van slaagden. En om die reden heeft de KU Leuven in nauw overleg met zijn studenten en met alle verschillende actoren in dit verhaal eigenlijk een voorstel gedaan om een onderwijs- en examenreglement aan te passen en te zeggen wie minder dan 30 studiepunten verwerft, die mag het volgende jaar niet meer inschrijven voor diezelfde opleiding. En dat laatste is denk ik wel belangrijk om mee te geven. 2. Er zijn ook sociale correcties, want bij overmacht, ziekte en dergelijke meer zijn er wel mogelijkheden om dat toch nog te doen. Vanuit onze fractie denken we dat dit een zinvol voorstel is in het volledige debat dat wij aan het voeren zijn. Ook, we hebben al vastgesteld in de cijfers, en ik verwijs daar naar een vraag van vroegere collega Vermeijeren, namelijk in 2005-2006 deden studenten, behaalden 40% van de studenten nog een bachelor in 3 jaar. We stellen 3 jaar later vast dat er nog maar 36,5% is. Het debat rond de oriëntering en dergelijke meer, dat komt meer en meer aan bod, maar mevrouw de minister, concreet aan u toch de vraag, welke initiatieven gaat u Vlaanderen breed, en ik denk dat dat belangrijk is, nemen in het kader van het oriënteringstraject, met inbegrip van de oriënteringsproeven voor het einde van het secundair onderwijs, enerzijds. Maar anderzijds ook, hoe gaat u de flexibilisering aanpakken? En wat gaat u ook doen aan het almaar verlengen van de totale studieduur? Dat is een opgebouwde, samengestelde vraag, inderdaad. Ja, maar... Maar allee, ook een beetje ernstig alsjeblieft. De minister kan ook niet op alles en nog wat binnen het tijdsbestek antwoorden. Maar je kunt natuurlijk 6 vragen aan elkaar koppelen en je kunt dat tot 1 vraag maken. Hè. Allee, met alle respect, mevrouw Soens. En in vervolg stap ik ze gewoon, dat is heel simpel. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, collega Daniels heeft de situatie al geschetst. En ik zal u niet vragen over wat dat u eraan zult doen. Maar ik wil hier even de beeldvorming van de KU Leuven in het debat brengen. 1500 studenten die voor minder dan 30% van hun studiepunten slagen. 300-tal ervan willen zich opnieuw inschrijven en amper 14 ervan halen een diploma. Eigenlijk is dat een beeld van de feestende, fuivende, zuipende studenten die massaal overheidsgeld aan het verspillen zijn. Dat is een beeld dat ik niet zou durven ophangen, integendeel zelfs. Want eigenlijk
Wat eigenlijk zijn er ook heel veel studenten, en dat vergeten ze altijd te vermelden, zijn er heel veel studenten die zich niet herinschrijven voor dezelfde opleiding. 90% van die studenten, maar die uiteindelijk wel een diploma halen. Zijn dat dan die fuivende en feestende en zuipende studenten? Nee, toch. Zijn dat dan de studenten die massaal overheidsmiddelen verspillen? Nee, toch. En ik vind dat toch eigenlijk een zeer jammerlijke en bedenkelijke communicatie van KU Leuven hierin. Ik vraag mij af waarom dat studenten de kans niet meer krijgen om zich te herpakken. Ik heb die kans ook gekregen, zelfs ministers hebben die kans gekregen. En de vraag is dus wat dat u van die communicatie van de KU Leuven vindt. Ik dank u. Van Meuleman. Ja, mevrouw de minister. Ik denk dat het een feit is dat er heel wat faculteiten zijn die kreunen onder de toename van het aantal studenten en dat dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in het gedrang kan brengen. Ik denk ook dat het een feit is dat 40% van de eerstejaars niet slagen, dat dat een laag slaagpercentage is. Dat het een feit is dat onze zeer flexibele opleidingstrajecten ervoor zorgen dat studenten soms heel lang de tijd nodig hebben voor ze beseffen dat ze eigenlijk niet in de juiste richting zitten en dat dat een verspilling is van middelen van de overheid, maar vooral van die student zelf die er veel langer dan nodig over doet om zich te realiseren wat zijn juiste plek is in het onderwijs. Ik denk dat het een taak is van de overheid om ervoor te zorgen dat elke student zo snel mogelijk zijn juiste plaats binnen het onderwijs heeft gevonden. En ik denk dat de student en de KUL daar recht op heeft om zo snel mogelijk op zijn juiste plaats te zitten. Maar dat een student in Gent, in Antwerpen of in Brussel even goed het recht heeft om zo snel mogelijk zijn plek in het onderwijslandschap te vinden. En dat die oriëntering extreem belangrijk is. Goede oriëntering, goede heroriëntering, zo snel mogelijk heroriëntering. Goede begeleiding van onze studenten ook. Dat is iets waar zo vroeg mogelijk moet over begonnen worden. U bent het eens met mij, u heeft dat ook geschreven, dat er een pact moet komen, dat we dat samen moeten... het onderwijslandschap Vlaanderen breed moet aanpakken en iets moet uitwerken rond flexibilisering, rond oriëntering. Ik zou aan u willen vragen, mevrouw de minister, wat de timing van zo'n pact is, want ik kan het ongeduld natuurlijk wel begrijpen van de KUL. Zij maken een punt, denk ik. Het is aan u om snel te handelen. Hoe ziet u die timing van zo'n pact? Meneer de Potter. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. We hebben inderdaad via de media kennis genomen van het voorstel van de KU Leuven om studenten die in het eerste jaar in hun herexamen geen 30% hebben gehaald, om die niet meer toe te laten in dezelfde opleiding. En ik denk dat dit gekomen is vanuit een bekommernis om rationeler om te springen met de middelen van de overheid, maar ook met de middelen van de studenten en van hun ouders. En het voorstel van de KU Leuven heeft de grote verdienste dat er op zijn minst een debat is, dat er op zijn minst voorstellen komen wat u ook had gevraagd. We weten immers allemaal dat er toch wel een aantal knelpunten zijn. De flexibilisering die zeer goede effecten heeft gehad, maar toch ook een aantal negatieve aspecten heeft meegebracht, onder andere de soms wel lange duurtijdverlenging van de studies. We weten ook dat de slaagcijfers vandaag de dag niet zijn waarover we fier kunnen zijn als Vlaanderen. Als ik verneem dat bachelorstudenten na 3 jaar dat er maar 30% hun diploma behalen en als we kijken na 4 jaar dat er maar 40 of 45% van de studenten hun diploma behalen, dan moeten we toch vaststellen dat daar nog wel wat werk is. En uiteraard mogen studenten falen en moeten ze de kans krijgen om te herkansen en zich te heroriënteren, maar al te grote flexibilisering heeft toch niet tot grote betere slaagcijfers geleid. Er is heel wat reactie gekomen op het voorstel van de KU Leuven. Ik had begrepen dat de studenten dit voorstel niet ongenegen waren. Ik heb ook begrepen dat heel wat andere universiteiten toch pleiten voor een gezamenlijke aanpak, een gezamenlijk voorstel. En mijn vragen aan u zijn dan ook de volgende. Hoe past dit voorstel in uw beleidsvisie, in uw plan van aanpak om iets te gaan doen aan de te ver doorgedreven flexibilisering, onder andere door studenten toch beter te gaan heroriënteren? En kan de KU Leuven dit voorstel alleen nemen of is daarvoor een decreetswijziging nodig? En zal u daartoe een initiatief nemen om in het kader van het lopend overleg tot een gezamenlijke aanpak te komen? Ik dank u. Dank u wel, collega's. Het klopt inderdaad dat de Leuvense Universiteit een
grote exposure gekregen heeft met een voorstel dat in de krant gekomen is. Maar we moeten, denk ik, in dit verhaal proberen ook de ratio te bewaren. Ik heb als minister die nu een paar maanden bevoegd ben voor het hoger onderwijs, hebben we eigenlijk afgesproken met de universiteiten en de hogescholen om 4 grote werven aan te pakken. De eerste, daar hebben we eigenlijk al een akkoord rond bereikt, dat is de kwaliteitszorg en hoe we die zullen aanpakken in de toekomst. Daar kunnen we het decretaal werk starten. De tweede, en ik verwijs naar meneer Daniels en mevrouw Soent, is het hele oriëntatietraject dat natuurlijk zijn basis heeft in het secundair onderwijs. Goede oriëntering, goede studiekeuze, toelatingsproef en dan goede voortgang van de studies. Het derde betreft de rationalisatie. Er zijn zeer veel opleidingen, we willen daar wat consuminderen. En dan de vierde, daarover gaat de vraag vandaag, is de flexibilisering. Vriend en vijand van alle flexibele trajecten zijn het erover eens dat de flexibilisering een paar negatieve effecten heeft. Namelijk dat de studieduur toegenomen is. En dat bovendien, als je kijkt naar het aantal studenten dat start in een hogeschoolopleiding of een universitaire opleiding vandaag, daarvan is 1 op 3 niet in staat om 30% van de punten te halen, van de credits te halen die ze moeten halen. Dus dat is niet veel. Van die groep, en mevrouw Soens heeft al een paar cijfers genoemd, die zijn trouwens ongeveer correct, van die groep van 30% heroriënteert het merendeel van de studenten zich al vandaag. Dus de meesten die kiezen al iets anders. Maar er is nog een groep van zo'n, als er 50.000 studenten starten dat jaar, er is een groep van 3.000 studenten ongeveer die hetzelfde opnieuw doet. En als we dan kijken naar de resultaten van die 3.000 studenten, dan zien we dat daarvan maar 1 op 5 nog zijn diploma haalt. Dus je voelt, de uitval is bijzonder groot. Dus studenten die zich voor een tweede keer in dezelfde richting inschrijven, die hebben hele kleine kansen om te slagen. De vraag stelt zich, mevrouw Meuleman zei daarnet, dat is de taak van de overheid. De overheid die moet maar zorgen dat die oriëntatie loopt. Wel, dat is wel vreemd, want het decreet dat gestemd is hier in dit parlement in 2004, dat vervolgens gewijzigd is in 2006 en ook nog in 2014, telkens verstrengd, dat zegt het instellingsbestuur kan maatregelen nemen om de studievoortgangsbewaking te bezorgen. Dus eens je gestart bent, de begeleiding van uw studieduur is autonomie van de instelling. Ik heb geen enkele intentie, collega's, om die autonomie van die instelling te gaan beperken. Men vraagt dat ook niet. Maar het decreet heeft ook een bepaling die stelt dat je een inschrijving kunt weigeren. Vraag is, wanneer kunt je studenten weigeren om dezelfde opleiding nog eens te volgen? En daar zegt het decreet, je kunt dat sowieso na 2 keer. Maar hier zegt Leuven nu, wij zouden dat eigenlijk willen na 1 jaar, 2 zittijden. Ook dat maakt het decreet niet onmogelijk. Het decreet zegt, je kunt dat als je dat individueel gaat motiveren en gaat zeggen, die student heeft eigenlijk quasi geen kansen om te slagen. Dus het is mogelijk. Dus vandaag zeggen, Leuven kan dat onmogelijk doen, dat is niet juist. Maar er is wel een grote aandacht zou er moeten zijn voor de motivatie. Ik heb zelf aan de universiteiten en aan de hogescholen gevraagd, kunnen we niet een pact sluiten om die ongewenste effecten van die flexibilisering terug te dringen? Evident, dat pact heeft betrekking op, is het noodzakelijk om een aantal decretale aanpassingen uit te voeren. Want ik heb gezien dat mijn voorgangers, men is vrij open gestart, dan heeft Frank van den Broeke heeft al een beetje meer mogelijkheden gelaten om vroegtijdig te zijn, stop, niet eindeloos blijven doorgaan. Pascal Smet heeft nog een aantal maatregelen genomen in zaken de stages, dat je die vroegtijdig kunt beëindigen. Maar we zien nog altijd dat er een groep is die opnieuw een studierecht die zich 2 keer inschrijft en dat die slaagkansen bijzonder klein zijn. Dus ik vind het voorstel van de Universiteit Leuven zeer waardevol. Als men zich binnen de grenzen van het decreet houdt, wie ben ik om daar commentaar op te hebben? Maar de universiteiten hebben expliciet ook gevraagd, samen met de hogescholen, om toch eens te kijken of het niet goed is om een pact te sluiten rond een aantal generieke maatregelen die genomen moeten worden. Dus in die zin, wij verwachten, mevrouw Meuleman, u stelde de vraag, wanneer komt dat er? 9 december zal de FLOR haar advies verlenen en dat
dat luik loopt eigenlijk samen met het oriënteringsluik. Daar willen we in het voorjaar van volgend jaar onze voorstellen klaar hebben. Wat betekent eigenlijk dat het pakt, als je dan nog een decreet moet maken, rond die inperking van de flexibilisering, als we dat kunnen sluiten, zitten we daar eigenlijk op dezelfde timing als de oriëntatie. En dat, collega's, is voor mij wel belangrijk, omdat je het inperken van flexibilisering en een goede oriëntatie kan je niet los van elkaar zien. Die twee sluiten vrij naadloos op elkaar aan. Dus, samengevat, KU Leuven. Ik heb vandaag toch een paar keer met de rector gebeld, ook dit weekend toen het voorstel gelanceerd werd, ook met de andere rectoren. In zoverre men zich houdt, of in zoverre men zich beweegt binnen de perken van dit decreet, is er wat mij betreft geen probleem. Maar ik denk wel dat het zeer nuttig en opportun is, en men vraagt het ook om een pact te sluiten rond een aantal grote principes en eventueel zelfs decretale aanpassingen die nodig zijn. Ik wil ter aanvulling nog opmerken dat ook de VUB in het verleden een dossier had waarbij ze een student geweigerd hebben. Het dossier is uiteindelijk vernietigd. De student heeft zich daartegen verzet, maar er was blijkbaar een probleem met de individuele motivatie. Dus het is niet helemaal gelijk met dit voorstel. Ik vind het moedig dat de universiteit samen met de studenten trouwens kijkt hoe ze kunnen omgaan met studievoortgangsbewaking en hoe ze kunnen ingrijpen. Maar uiteraard, men moet zich binnen de grenzen van de huidige decretale regels houden. En als daar aanpassingen nodig zijn, dan zal dat alleen maar kunnen gebeuren nadat er een pact is tussen hogescholen en universiteiten. En nadat uiteraard ook dit parlement zijn zegen hierover heeft gegeven. Meneer Daniels. Mevrouw de minister, dank u wel dat u toch geantwoord heeft over verschillende onderdelen van de vraag die erin zaten. Waarvoor dank. Ik wil toch nog even wijzen naar het rapport van de werkgroep studievoortgangsbewaking. Ik ga nogmaals twee termen moeten gebruiken die net ook in mijn vraag zaten. Want ook daar neemt men het leerkrediet mee en de studievoortgangsbewaking in termen van de volgtijdelijkheid. De vraag is, we zitten nu vooral te werken rond die volgtijdelijkheid, maar het leerkrediet staat dat ook op de agenda. En wat zijn daar een aantal zaken die daar rond leven? Volgtijdelijkheid, zeg ik. Amai. Mevrouw Soens. Dank u, voorzitter. Ik heb nog geen antwoord gehad op mijn vraag wat dat u van de beeldvorming van de KU Leuven vindt in dit dossier. Ik hoop toch dat de KU Leuven zich ertoe verbindt om die studenten die in de situatie zitten toch voldoende te begeleiden en te heroriënteren ook buiten de eigen universiteit en associatie. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, ik zag in die decreet van de Universiteit Leuven toch wel een soort alarmbelprocedure. Echt zeggen van kijk, er moet toch dringend iets gebeuren wat die oriëntering betreft. We zitten met veel te veel studenten in dat eerste jaar, wij kunnen de kwaliteit niet meer garanderen, de diploma's devalueren op deze manier. En we zitten met die lage slaagcijfers in het eerste jaar, daar moet iets aan gedaan worden. En dan begint dat op vlak van oriëntering in het secundair. En daar is absoluut wel een taak voor u weggelegd, mevrouw de minister. En ik moet zeggen, ik heb de beleidsnota van u gescreend, de begroting erop nagekeken. U zegt daar een aantal keer, leerlingenbegeleiding en oriëntatie zijn voor mij superbelangrijk. Maar ik zie geen enkele concrete maatregel die dat vertaalt. Ik zie in uw begroting alleen een besparing van 10% op de CLB's. Ik vraag mij af, iedereen heeft zijn mond vol over die betere oriëntering die noodzakelijk is voor onze universiteiten om de problemen waarover het hier gaat te voorkomen. Maar ik zie geen concrete maatregelen van u, mevrouw de minister, in nog de beleidsnota, nog de begroting. Dus daar is wel een taak voor u weggelegd. Dank u wel voor uw antwoord, mevrouw de minister. Ik begrijp dat het voorstel van de KU Leuven kan, voor zover het loopt binnen de perken van het decreet, met de vereiste dat er natuurlijk een individuele motivatie moet gebeuren. Ik denk dat het vooral uitkijken is nu naar het rapport dat de VLOR zal neerleggen. U heeft een datum meegegeven rond 9 december. Ik denk dat daar vooral een aantal aanbevelingen moeten uitkomen en maatregelen moeten worden genomen, zodat we tot een gedragen en globale aanpak kunnen komen van een aantal problemen die daarnet zijn opgesomd, onder andere op het vlak van de flexibilisering en de studieduurverlenging. Dus ik denk dat daar wel werk op de plank ligt en vanuit onze fractie gaan we daar graag aan meewerken om toch op die manier de kwaliteit van ons hoger onderwijs te verbeteren. Dank u. Goed, wie wens aan te sluiten? Mevrouw Brusseel. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, ook voor onze fractie is een laag studierendement problematisch. En ook voor studenten is dat zo. Ze gebruiken soms meer van hun leerkrediet op dan dat ze zelf beseffen. Nu,
Er loopt hierover overleg binnen de VLIR op dit moment. En dat vindt onze fractie positief, dat er concrete zaken op tafel liggen. Nu, u zei daarnet, ik wil niet gaan raken aan de autonomie van de instellingen om bepaalde maatregelen te gaan nemen. Ik ben daar zeer blij mee, want de instellingen hebben inderdaad een vrijheid. En het lijkt mij goed dat ze die ook gebruiken wanneer dat kan. Wat mij wel noodzakelijk lijkt, is dat we inderdaad aan het oriëntatietraject snel werken. En ik ben dan ook zeer verheugd dat u die vier werven voorop stelt om daar dringend werk van te maken. Daar zit die flexibilisering ook onder, maar als een onderdeel. En ik denk inderdaad dat we het hoofd koel moeten houden en niet mogen panikeren, maar blij zijn met concrete voorstellen die geformuleerd worden. Mevrouw Bonte. Dank u wel. Ja, ik heb ook kennis genomen van het voorstel van de KU Leuven. En ik vind het zeker waard om daarover eens na te denken, want ik vind het een goed voorstel. Nu, mijn fractie is ook wel van mening dat we moeten ter nood is aan een algemene en decretale regeling op dat vlak voor alle universiteiten en hogescholen. Nu, alvorens zo'n algemene of decretale regeling uit te werken, is het misschien wel eens nuttig om na te gaan waarom studenten niet slagen in het eerste jaar. En dat kan aan verschillende factoren liggen, aan een gebrek aan motivatie, slechte leermethode, aan de verkeerde studiekeuze enzovoort. En daarom wil ik graag aan mevrouw de minister de vraag stellen of zij soms beschikt over hun studie of over cijfers in dit verband die blootleggen wat de voornaamste redenen zijn waarom studenten niet slagen in het eerste jaar in het Vlaamse hoger onderwijs. Mevrouw Krevits. Mevrouw Hoomans geeft mij goede raad over de oorzaken waarom studenten niet slagen. Maar ik zal ze houden voor de koffiekamer. Nee. Ja. Collega's, geen ordemoties daarover als het kan, oké? Collega's, ik heb gepoogd om met heel veel zorg mijn antwoord op te bouwen rond de vier werven die er zijn. En mevrouw Meulemans, evident, studieoriëntatie, de modernisering van het secundair onderwijs. Ik heb dat ook een van de vier werven genoemd waar het hoger onderwijs ook bij betrokken is en waar ze te weinig wellicht bij betrokken zijn in het verleden. Dus, maar als u mij vraagt, of als u daarnet de indruk gaf dat de studie... voortgangsbewaking in het hoger onderwijs, dat dat een zaak is van de overheid, dan zeg ik nee, decretaal is hier echt wel voorzien dat het instellingsbestuur dat moet doen. Een heel interessant rapport trouwens, waar ook al naar verwezen is, is door meneer Daniels, is de kwaliteit of de studie, het rapportje rond de studievoortgangsmaatregelen die genomen worden en de effecten daarvan, omdat je eigenlijk zeer goed kunt zien wat is een effectieve maatregel, wat is minder, hoe gaan studenten daarmee om. En als men natuurlijk nu de grenzen misschien van het decreet wil aftasten door te zeggen van kijk, we zullen voor zij die heel weinig percentages hebben, willen we dat doen. Ik vind het goed dat men dat voorstel bekijkt en onderzoekt en ook bespreekt. Maar als men zegt, ja, we zouden dat misschien decretaal een basis moeten geven, dan vind ik dat dat als een pact tussen universiteiten moet kunnen. Het zou trouwens goed zijn, moesten alle universiteiten wat de weigering betreft en de algemene regel, vind ik het zeer goed dat men tot een overeenstemming komt tussen de universiteiten, omdat je anders in de situatie kunt terecht komen dat die studenten dan gewoon naar een andere universiteit gaan en dat je dus eigenlijk ongelijke acties hebt. Dus ik denk dat het wijs zou zijn dat iedereen daar dezelfde, als het gaat over het algemene regelen rond het weigeren van studenten, dat men daar tot één globale consensus komt. Ik vind het ook goed dat mevrouw Brussel, zowel binnen de VLIR als binnen de Flora en ook binnen de VLOR en de VLIR, dat daarover het debat gevoerd wordt. Maar dat is natuurlijk, Hans, dat debat rond die flexibilisering, ik heb al veel bijgeleerd, he. Hans, dat debat rond die flexibilisering is, collega's, en daar hebben jullie allemaal een punt, maar één luik van de vier werven die we rond het hoger onderwijs willen opzetten. En ik dacht dat we er ook wel al, er is al voortgang geboekt hier rond kwaliteitszorg, hebben we al een akkoord. Wellicht zullen we dat ook rond die flexibilisering vinden, want ook Brussel, ook Gent zijn echt actief bezig. Ze komen er niet mee in de krant, maar zijn actief bezig met het maken van voorstellen die misschien wat decretale aanpassingen vergen. Dus laat ons daaraan werken. Ik denk dat we binnen een paar, maar december zullen we zien wat de VLOR als advies geeft. En het voorjaar zal belangrijk zijn, zowel wat de oriëntatie betreft, oriëntering, als wat
de flexibiliseringen betreft. Ah ja, en dan de beeldvorming. Excuus, ik heb nog een minuutje. Mevrouw Soens, natuurlijk, ik denk dat niemand... Ik heb ook de communicatie van de Universiteit Leuven gelezen, ook de manier waarop ze zeggen, kijk, wij zorgen ook voor sociale correcties. Het was helemaal geen agressieve communicatie. Maar beeldvorming, ik heb er ook al... sommigen zijn zeer goed in het zetten van beelden, anderen zijn daar minder goed in. Het voornaamste voor mij is dat elke maatregel die men neemt, dat die doorgesproken wordt met studenten en dat die ook in het belang van studenten genomen wordt. Want daar hebt u wel een punt. Het gros van onze Vlaamse studenten die studeren aan onze hogescholen en universiteiten zetten zich zeer fel in. En we moeten nu niet op basis van een beeld dat uiteindelijk, het gaat hier over een heel minuscuul percentage van de studenten die starten, mag niet het overheersende beeld worden van elke Vlaamse student. De excellente resultaten van onze studenten overal tonen aan dat we het helemaal zo slecht niet doen. Maar we moeten wel aandacht hebben voor zij die uitvallen of die 2 jaar zonder rendement studeren. Mevrouw Meuleman zegt dat is budgettair iets ergs. Ik vind dat veel erger voor de persoon van de student zelf. Van 2 jaar niet slagen, het doet ook wel wat met een mens. Dus daar moeten we, denk ik, proberen te zoeken hoe we sneller en beter kunnen ingrijpen. Maar meneer Van Dijk is er toch niet ongelukkig van geworden, blijkbaar, van zijn studietraject. Meneer Daniels, wat doet u dat als mens? Meneer Weits, ja. Wat doet mij dat als mens? Ik weet niet of dit de plaats is vanaf dit spreekgestoelte om daar verder over uit te wijden, maar ik zie mijn collega Van Dijk wel lachen. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat mevrouw de minister hier die 4 werven aankaart. Die 4 werven met die verschillende onderdelen, ook de zaken waar ik naar gerefereerd heb. En vanuit mijn fractie zeggen we ook van ja, die oriëntering die begint in het secundair met niet bindende oriënteringsproeven voor men inschrijft in het hoger onderwijs zijn cruciaal. Dat we gaan werken aan die volgtijdelijkheid met bijvoorbeeld een aantal meer bindende modeltrajecten enerzijds en anderzijds de opleidingen screenen. En als laatste dat we ook het leerkrediet, die 140 studiepunten, toch moeten gaan bekijken. Afsluitend, ik ben blij dat de KU Leuven dit voorstel heeft gedaan. En niet zomaar in het wilde weg, maar op basis van cijfers. Ik denk dat we ondertussen heel wat cijfers beginnen krijgen die aantonen, en u verwijst naar dat rapport, daar moeten we ons op gaan baseren in de commissie om te kijken wat komt er allemaal uit. En als laatste denk ik dat het belangrijk is dat we op basis van al die rapporten, en noemt iedereen die ermee bezig is, dat we knopen hakken en dat we eindelijk daar klare wijn schenken. Want we kunnen niet zo verder gaan voor studenten die hun leerkrediet opsuperen zonder diploma. Mevrouw Soens. Dank u voor uw antwoord, mevrouw de minister. Uiteraard mogen we niet die 14 studenten als de hele populatie zien. En ik ben dan ook, maar ik vind dan ook heel erg jammer wat dat de KU Leuven wel probeert met hun cijfers naar voren te brengen. Ik zou nog een zicht willen krijgen op de socio-economische achtergrond van de studenten die voor minder dan 30% van hun vakken slagen. Maar ik zal daarover een schriftelijke vraag indienen. Dank u. Mevrouw Meuleman. Mevrouw de minister, laat het ons over één ding alvast helemaal eens zijn, dat het onderwijs een hefboom moet zijn en geen slagboom mag zijn. Ik denk dat dat het principe moet zijn van waar het onderwijsbeleid uit vertrekt. En dan heb ik van u een aantal maatregelen gezien die eerder in zo'n richting van een slagboom evolueren, eerder dan een hefboom. U heeft besparingen gerealiseerd op de basisfinanciering, u heeft het inschrijvingsgeld naar omhoog gebracht, u heeft het aanmoedigingsfonds, dan dat die studenten het sociaal zwakkere milieus moet aanzwakken, heeft u afgeschaft. U heeft gesneden in de studentenvoorzieningen. Dit is op dit moment het gerealiseerd beleid. Het beleid dat we nog afwachten, is dat beleid dat er inderdaad voor zorgt dat leerlingen goed begeleid worden, dat leerlingen georiënteerd worden, dat elke student op zijn juiste plaats zit. Daar wacht ik op. Het is nog het begin van de legislatuur, mevrouw de minister, maar ik kijk toch in elk geval uit naar uw werven die ervoor zullen zorgen dat het onderwijs echt een hefboom blijft in plaats van een slagboom. Ja, ik wil, vermits het ging op het, over het hoger onderwijs, wil ik juist ten aanzien van mevrouw Meuleman zeggen dat deze regering de groep van bijna beursstudenten die genieten van een lager tarief voor toegang tot het hoger onderwijs, dat die groep van bijna beursstudenten is verdubbeld en dat ook voor van beursstudenten de tarieven niet omhoog zijn gegaan. Dus ik vond uw opmerking toch wel niet gepast. Daarnaast wou ik aanstippen dat we moeten zien wat we doen op Vlaams niveau. Alles wat geregeld moet worden op decretaal niveau moet op Vlaams niveau geregeld worden. Maar ik denk dat we ook voldoende autonomie aan de instellingen moeten... Ik denk dat we moeten... Ik ben mijn draad kwijt natuurlijk. Ja, kijk meneer voldoende autonomie... Dan,
voldoende autonomie moeten laten aan de instellingen om zelf hun beleid te voeren. Dank u wel. Goed, dank u wel. Volgende actuele vraag is van mevrouw Nadia Sminati tot mevrouw Lisbeth Holmans. Vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding over de herraming in zaken de ontvangst van gemeentelijke opzendteamen op de personenbelasting. En collega Lodes Seyssens over de herraming van de personenbelasting. Dank u wel, voorzitter. Wacht even, mevrouw Sminati. Kunt u dat ordemotie doen nadat dit punt afgehandeld is? Nee, eigenlijk niet, omdat het over de werkzaamheden gaat. Heel simpel. Ik heb het daar straks al aangekaart, dankzij collega Diependalen, en zeer terecht. We hebben gisteren een begrotingsdiscussie afgesloten. Dat was daar deel van. En die begrotingsdiscussie is afgesloten. Een van de motivaties was, het duurt te lang. Er zat ook in, er zitten veel herhalingen. Maar het ging over dit soort punten. De reden waarom ik vroeg om nog niet te stemmen is omdat deze discussie niet rond was. Ik heb dat ook aangehaald gisteren. En nu staat dat hier als actuele vragen in de plenaire vergadering. Dus we hebben in de commissie, bij de behandeling van de begroting, bij de bevoegde minister, het niet te gronden kunnen uitspreken. Dat was mijn reden omdat ik zei, laten we de volgende commissie verder doen. We zijn daar niet mee klaar. Men heeft toch mij het woord afgenomen, het doorgegeven en het niet teruggegeven, wat ik denk reglementair een probleem is. En nu staan hier actuele vragen. Ik weet, voorzitter, bij uw normale beoordeling, en u kunt dit helemaal niet weten, het dateert van gisterenavond en niet eens zo vroeg, maar bij uw normale beoordeling is de begroting en de beleidsnotas en de behandeling daarvan zit in de commissies. En men blijft daar binnen. Op zich zou ik daar niet te moeilijk over doen, moest het niet zo zijn dat precies wat ik heb niet te gronden mogen aankaarten gisteren en wilde in een volgende commissie verder behandelen, is afgekropt, heeft men afgebroken en diezelfde meerderheid dient hier nu twee actuele vragen in. Dus ik heb een vraag aan de voorzitter van het parlement. Wat betekent dit nu reglementair voor de toekomst? Betekent dit dat de oppositie nu vanaf nu wel degelijk bijvragen kan stellen over dingen die zelfs dezelfde week ook behandeld worden in de commissie met betrekking tot de begroting, met betrekking tot de beleidsbrief? Maar wat er nu is gebeurd, gaat in tegen, en meneer Diependaal heeft daar terecht naar verwezen, wat er wel in het bureau is beslist en op papier staat. Begroting is begroting, beleidsnota is beleidsnota, en men gaat er hier tegenin. En het gaat over, ik heb dat gisteren ook proberen uit te leggen, het gaat wel degelijk over de aanpassing van 14 en dus de basis voor 15. Dus ik heb een vraag gesteld, voorzitter. Nu, je weet, ik heb straks een onderhoud met u, hè, over het een en het ander. Ik weet natuurlijk niet wat er gisteren in de commissie besproken is geworden. Verslag heb ik daar ook niet van, dus ik kan dat niet beoordelen. Dat is één. En twee, het probleem is natuurlijk altijd, meneer Janssen heeft daar straks trouwens ook op gewezen, hè, over de woonbonus. Er is veel over te doen in de media, hè, want mensen lopen nog snel naar de notaris, weet ik wel allemaal. Maar die staat heel duidelijk in de begeleidende maatregelen van de begroting 2015. Ik zit voortdurend natuurlijk met het feit, strikt genomen eigenlijk zouden we geen actuele vragen meer moeten behandelen. Hè? Zoals we ook geen vragen om uitleg doen. Waarom? Nee, maar waarom? Tenzij dat ze echt niet verwijzen naar de beleidsnota en naar de begroting. Maar dat is een beetje zoeken naar evenwicht, hè? Natuurlijk tussen het een en het ander. En wat er gisteren in de commissie gebeurd is en dat er gestemd is geworden enzovoort, ja, dat moet je in eerste instantie in de commissie zelf regelen. Hè? Ik ben daar dus niet voor verantwoordelijk. Ik ben alleen verantwoordelijk voor datgene wat hier in de plenaire vergadering gebeurt. Dus, ik ben het daar niet mee eens, voorzitter, voor de zeer simpele reden. Ja, maar u hoeft daar niet mee eens te zijn. Nee, ik heb de discretionaire behoefteheid van dat dus wel te doen. Hè. Ik bedoel, ja, maar ik ga het uitleggen. Ik zit al vijf jaar met dat probleem van het is beleidsnota, het is begroting. Ja, moet ik het doorlaten, moet ik het niet doorlaten? Ik weeg dat ook af trouwens met de commissiesecretaris en met de mensen hier die de actuele vragen opvolgen. En ik geef eigenlijk altijd een beetje het voordeel van de twijfel. Ik denk, oké, laat het maar doorgaan. Want dit verhaal bijvoorbeeld, die vragen die nu gesteld worden, die hadden natuurlijk ook aan de einde van de begroting kunnen stellen, dat begrijp ik perfect. Maar van de andere kant, dat heel veel gemeentebesturen hadden. Maar dat is het punt, meneer de voorzitter. En ik verwijt... Ik ga er nu verder, mevrouw Liete vraagt ook al het woord. Nee, ik verwijt u dat helemaal niet, omdat het over de essentie gaat van de werking van dit parlement. En ik verwijt u dat helemaal niet, maar dit is een begroting. Een begrotingsdiscussie die gisteren is stilgelegd in de commissie. En die hier nu vandaag op de actuele vragen in de plenaire wordt gebracht. Dat kan, hè. En oké, dat kan. Maar hoe komt het, voorzitter, dat de oppositie moet stoppen met zijn betoog over dit onderwerp, wordt stilgelegd door de meerderheid, op volgens mij een
onreglementaire manier en de meerderheid zelf met die vraag hier in de plenaire komt. Het gaat niet over de normale gang van zaken van vragen worden geweigerd, want meer nog, er worden voortdurend vragen van de oppositie geweigerd door commissievoorzitters uit de meerderheid met het terechte argument, want dat is in het bureau beslist, dat het gaat om begrotings- en beleidsnotamaterie. En je hebt gelijk, er is daar een grijze zone. Maar wat als het gisterenavond wordt geweigerd, de discussie, en de meerderheid het hier zelf op de plenaire brengt? Ik stel u de vraag nogmaals, mag de oppositie vanaf nu hetzelfde doen? Namelijk discussies die zelfs in de commissie gevoerd zijn, gisterenmiddag. Vraag het dan aan mevrouw Sminate, want ze was mee in de discussie. Is deze discussie gistermiddag, tenminste geprobeerd om die discussie gistermiddag te voeren in commissie, ja of nee? Een zeer simpele vraag. En als het antwoord ja is, vraag ik dat het bureau de documenten over de werkzaamheden, de manier waarop dat we dingen kunnen behandelen, helemaal herbekijkt. Maar dan hebben wij het over een heel ander, dan gaat het over het algemeen, over de toepassing van het reglement van dit parlement. Ik stel voor dat u dat dan in het uitgebreid bureau inbrengt, maar niet die discussie nu gaan voeren. Hè. Dat is... Ik ben verantwoordelijk voor... Ik heb het voorrecht om de plenaire vergadering voor te zitten. Ik heb het voorrecht om te beoordelen of vragen al dan niet doorgelaten worden. Ik heb deze vragen wel doorgelaten, omdat ik, wat ik in de media lees, houdt nogal wat gemeentebestuur die bezig zijn met de meerjarenplan, houdt er nogal bezig. En wat geen in de commissie Financiën gebeurt, is de verantwoordelijkheid van de commissie Financiën. Ik moei me niet. Nog een keer, er zijn ook volksvertegenwoordigers gekomen bij mij en zeggen ze, voorzitter, mijn vraag om uitleg is geweigerd, sorry, ik moei me daar niet mee. Het reglement zegt, u kunt dat in de regeling der werkzaamheden regelen. Ik ben verantwoordelijk voor de plenaire vergadering en niet voor de commissie Financiën en Begroting. En wat die daar geregeld hebben, hebben die daar geregeld. En ik hoop dat de commissievoorzitter voldoende, ik heb dat trouwens in de commissie openbare werken in het verleden ook gedaan met mevrouw Krivits, die kan er getuigen. Ik probeerde altijd een goede middenweg te vinden tussen de oppositie en de meerderheid. Dus ik stel voor dat we daar straks verder over gaan. Nee, maar het is zo elementair, ik ga er straks met u over spreken. Stel de vraag aan mevrouw Sminate, hebben we dit gisteren in commissie behandeld of niet? Ik heb geen vraag te stellen aan mevrouw Sminate. Het gaat over het reglement dat dit parlement meestuurt. En als we dit gisteren in commissie, tenminste we hebben geprobeerd, behandeld hebben, is dat dan hier een actuele vraag of niet? We hebben het behandeld in de begroting. En als het antwoord ja is, en we gaan eraan beginnen en ik ga stoppen, hè. Maar als het antwoord ja is, we hebben het gisteren in de commissie behandeld en het is hier een actuele vraag, dan mag de oppositie in de toekomst van u hetzelfde doen. Hè. Zo simpel is het. Hè. Meneer Combe. Een vraag behandeld in commissie en het mag in de plenaire komen, want er is in het verleden, en ik vind terecht, is dat altijd geweigerd. Hè. Het is niet omdat het debat afgerond is in de commissie Financiën en Begroting dat de dag daarna hier geen vragen kunnen gesteld worden over... Goed. Mevrouw Sminate. Voor alle duidelijkheid, mijn vraag was een vraag om uitleg die gesteld was in de commissie, die nu meegenomen is in plenaire. Maar gisteren is er vijf uur lang gedebatteerd over uw amendement. Dat ging over het provinciefonds. Over het provinciefonds. U heeft inderdaad dit onderwerp... Laat mij uitspreken. U heeft inderdaad dit onderwerp aangehaald. Daar is ook over gesproken geweest. Maar u kan niet zeggen dat u het woord is afgenomen, want uw collega van dezelfde partij was aanwezig bij de regeling van de werkzaamheden en zij is ermee akkoord gegaan om op diezelfde dag te stemmen. Dat is wat er gebeurd is. Nu, voorzitter, als ik mag overgaan tot mijn vraag... Ja, u vraagt u 2 minuten lopen, mevrouw Sminate. Mevrouw de minister, op dit moment zijn zowat al mijn collega-burgemeesters, schepenen van Financiën, bezig met het opmaken van hun begroting. En wij baseren ons daarvoor logischerwijs, denk ik, op ramingen die komen vanuit de federale administratie. Nu, ik vrees dat daar al enkele jaren iets grondig misloopt, want het is niet de eerste keer dat de uiteindelijke bedragen die gemeenten krijgen vanuit de federale overheid, dat die grondig verschillen met de geraamde bedragen, de geraamde initiële bedragen van diezelfde federale overheid. In veel gevallen gaat dat over enkele honderdduizenden euro's.
aanzienlijke bedragen voor gemeenten en steden. En dan stel ik mij de vraag van hoe kunnen steden en gemeenten overeind blijven als zij op zo'n korte termijn moeten aankijken tegen minder inkomsten, die zelfs gaan tot 15% van hun inkomsten op personenbelasting. Ik denk dat geen enkele stad, geen enkele gemeente daar een structureel antwoord op kan bieden op zo'n korte termijn. Dus mevrouw de minister, ik vraag u als belangenbehartiger van die Vlaamse steden en gemeenten of u contact zal opnemen met de federale overheid om een oplossing te bieden voor die getroffen lokale besturen. Meneer Seysses. Dank u wel, voorzitter. Nu, voor wat mijn actuele vraag betreft, ik kan alleszins aantonen met mailverkeer dat die gisterenmiddag al geschreven is. Meer nog, ik had ze eigenlijk verleden week woensdag al willen indienen, toen ik 's morgens op het gemeentehuis de post opendeed. Maar ik heb toen gezegd van kijk, ik zit niet als burgemeester in het parlement, ik zit hier als Vlaams volksvertegenwoordiger. Maar mag ik opnieuw beginnen, voorzitter? Of, nee, doe je rustig verder, want meneer Seysses, u bent oude wijs genoeg om u laten af te leiden. Goed, dus ik heb toen gezegd van dit kan niet zijn dat zo'n dergelijke misraming, dat voor alle gemeentes in Vlaanderen zo is. Ik ga even afwachten. En in de loop van de dag bleek dat het inderdaad wel zo was. Dat het ging over herramingen tot 10%, nog straffer dan wat mevrouw Sminati zegt, zelfs tot 20% toe. En als klap op de vuurpijl ook nog eens binnengekomen op 12 november. Nu, wij begroten sinds een jaar met beheers- en beleidscyclus. En ik denk dat dat een zeer goede zaak is. Ik denk dat er heel veel protest tegen is geweest in het begin. Maar dat verplicht gemeentebesturen ertoe om op lange termijn te begroten en om degelijk begrotingswerk af te leveren. Begrotingswerk dat zelfs over de legislatuur heen gaat. Natuurlijk, mevrouw de minister, u bent geacht om daarop toe te zien dat wij dat netjes doen. We hebben dat nu zeer laat binnengekregen, de budgetwijziging is in de meeste gemeenten gepasseerd, neem ik aan. Maar alleszins moet het in ons gecumuleerd budgetair resultaat van 2014, dus verandert ons startpositie voor 2015. Ik denk dat heel veel gemeentebesturen al klaar waren voor 2015, die opnieuw moeten beginnen. Ik vind dat wij moeten zorgen dat we die beheers- en beleidscyclus, dat we die als gemeente deftig kunnen toepassen. En dan vraag ik ook aan u, mevrouw de minister, hoe gaat u ervoor zorgen dat we op tijd over de juiste info kunnen beschikken, zodat we ook juist kunnen begroten, zoals ons opgelegd in de beheers- en beleidscyclus. Dank u wel. Mevrouw Holmans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nu, om te beginnen, ik herken echt wel het probleem dat het zeer lastig is voor lokale besturen om elke keer opnieuw geconfronteerd te worden met verschillende ramingen. Sta me wel toe dat dat ramingen zijn die worden gegeven door de federale overheid, maar u hebt absoluut een punt, meneer Seysses, als u zegt dat ik als minister van Binnenlands Bestuur bevoegd ben voor het toezicht en ook bevoegd ben voor het toezicht op het goed uitvoeren in het kader van de BBC-cyclus. Dus ik herken absoluut dat dit zeer vervelend is voor de lokale besturen. Ik heb ook begrepen, maar u hebt er zelf ook naar verwezen, dat er vanuit de FOD, de federale FOD, overheidsdienst, een brief is verstuurd naar de lokale besturen. Maar ik ben zelf geen uitvoerend lokaal mandataris, jullie twee wel. Dus jullie hebben die brief wellicht zelf ook ontvangen. Waarin stond dat het wellicht te maken had, wat de APB betreft, met een latere incohering. Ik weet niet of dat informatie klopt. Ik heb nu mijn licht ook vanmorgen nog opgestoken bij mijn federale collega's in de federale regering. En ze hebben mij inderdaad bevestigd dat dat zo in de brief stond. Een latere incohering heeft natuurlijk twee effecten. Enerzijds is het dat de aanslagbiljetten later worden gestuurd, zodanig dat eigenlijk de inkomsten die dat de gemeenten hebben uit de aanvullende personenbelastingen ook later worden doorgestort door de federale overheid, is logisch. Maar er is nog een bijkomend probleem. Blijkbaar heeft men zich federaal in eerste instantie bezig gehouden met die aanslagbiljetten die redelijk simpel waren. Lees, die mensen die eigenlijk niet zo heel veel belastingen bijdragen en de moeilijkere aanslagbiljetten van bijvoorbeeld zelfstandigen, van bijvoorbeeld bedrijven en dergelijke meer, worden naar achter geschoven. Wat natuurlijk ook wel een behoorlijk effect heeft op de raming die dat ze nu geven. Nu, wat uw concrete vraag betreft, meneer Seysses, wat dit zou van impact kunnen hebben op de BBC.
Nu, als het, met alle duidelijkheid, ik zeg als, op voorwaarde, als het inderdaad te maken heeft met de incohering, zie ik niet echt grote problemen, los van het feit dat het inderdaad een zeer lastige situatie is voor de lokale besturen. Waarom zie ik niet echt een probleem momenteel, als het aan de incohering ligt? Eén, omwille van het feit dat u verplicht was om een begroting in evenwicht in te dienen. Dat hebt u gedaan. Twee, in het kader van de BBC gaan we ook over een meerjarenplanning. En als het de incohering betreft, wil dat eigenlijk zeggen dat bijvoorbeeld voor het jaar 2014, dat u minder, of 2015, dat u minder inkomsten zal hebben, maar dat u die inkomsten wel zal genereren, net iets later, bijvoorbeeld in het jaar 2016. Dus dat u wel die inkomsten gaat hebben, omwille van het feit, dus nogmaals, onder voorwaarde, als het te wijten is aan de latere incohering, dat u die inkomsten wel gaat hebben, waar ik uit kan besluiten dat u wellicht een positieve AVM, een positieve autofinancieringsmarge zal hebben op het einde van de BBC-cyclus. Natuurlijk als de gemeente en lokale overheden ondertussen geen maatregelen nemen die niet echt getuigen van behoorlijk bestuur, maar daar ga ik vanuit. Ik kan u ook nog meedelen dat ik vanmorgen nog met collega Van Overtveld heb gebeld om te vragen van ja, wat zijn nu de verdere geplogendheden en instructies. En hij heeft mij verzekerd dat hij enige tijd geleden al aan zijn eigen administratie heeft gevraagd om zeer, zeer duidelijkheid te creëren en te geven over de manier waarom dit gebeurt. En hij zegt van ja, er is inderdaad een brief gestuurd dat het te wijten is aan de latere incohering, maar ik wil één weten of dat waar is en twee of dat er nog andere redenen liggen aan de grondslag van deze problematiek. Maar nogmaals, ik erken dat dit een zeer lastige situatie is voor de lokale gemeenten, maar als het inderdaad met de incohering te maken heeft, denk ik dat BBC-gewijs er niet echt grote problemen zijn. Mevrouw Sminati. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw duidelijke antwoord. Het klopt inderdaad dat er in de brief van de FOD Financiën stond dat het te maken heeft met een ander ritme van incoheren. En ik kan daar ook mee leven dat er een andere manier van werken is. Maar vorig jaar haalde men ook al die redenering aan, waardoor de lokale besturen natuurlijk dachten dit jaar er gaat een inhaalbeweging komen en we gaan dit jaar niet meer geconfronteerd worden met dit probleem. Dat bleek dan niet zo te zijn, waardoor dat er toch wel wat onduidelijkheid heerst. Dus ik denk dat het een positieve zaak is dat u in nauw contact staat met uw collega van de federale regering, zodat er echt snel duidelijkheid komt, als dat inderdaad klopt, dat er volgend jaar dan een inhaalbeweging komt, dan denk ik dat het probleem snel kan opgelost worden. Meneer Seijsens. Nu, ik denk dat het debat over de reden waarom, dat vooral ook een federaal debat is, gelijk u zelf aangeeft, en we zullen die middelen wel krijgen. Het zal er verdorie nog aan mankeren dat we die niet krijgen. Maar ik vind toch dat u licht gaat over het heel verhaal van BBC. Ik denk inderdaad, de richtlijn vandaag is heel duidelijk dat gecumuleerd eindbudget, dat moet opgenomen worden in de begroting, dat mee moet genomen worden voor de startpositie 2015. Daar zijn, mevrouw de minister, daar zijn gemeentebesturen die een begroting klaar hebben op de bus, verstuurd naar de raadsleden en die geagendeerd staat op de gemeenteraad met een andere startpositie dan deze. Met andere woorden, wij zijn van de uitgangspunten van de beheers- en beleidscyclus, die precies een lange termijnvisie, terug aan het gaan naar de dagjespolitiek, waar we alle dagen terug aan het aanpassen zijn. En dat is een slecht gegeven. Dus ik vind dat u ervoor moet zorgen dat er ofwel een afspraak is met het federale niveau, dat vooraleer dat men van die brieven stuurt, dat daar overleg gepleegd wordt. Of twee, dat de richtlijnen aangepast worden en dat we het dan inderdaad over de totaliteit van het meerjarenprogramma mogen bekijken, maar niet alle minuut moeten aanpassen. Passen, want dan zijn we telkens brandjes aan blussen. Wie wenst aan te sluiten? Meneer Van Lee, mevrouw Pira. Namens Belang niemand? Nee. Meneer Somers. Voorzitter, mevrouw de minister, ik denk dat er wel degelijk een probleem is. We mogen daar niet lichtzinnig overheen stappen. Een tweede herziening in november. Op het moment dat inderdaad in veel gemeenten die begrotingen al gemaakt zijn, soms omvangrijke cijfers,
Het is natuurlijk niet uw verantwoordelijkheid, het is de verantwoordelijkheid van de federale overheid. We hebben in het verleden ook eens een versnelling gekend van de incohering. Dat was dan goed nieuws voor de lokale besturen. Nu is er terug een vertraging. Ook de cijfers zijn niet transparant. Mijn diensten hebben ook al geprobeerd een beter inzicht te krijgen in die cijfers. Ze zijn niet duidelijk. Dus waar ik eigenlijk zou willen op aandringen, dat is dat u als Vlaams minister en voogdijminister een initiatief neemt naar uw federale collega, met hem rond tafel gaat zitten met uw diensten en probeert een meer stabiel financieel kader te creëren voor die gemeentelijke begrotingen. Ik weet dat u daar dat niet zelf in handen heeft, dat is de federale overheid, maar ik denk dat het een zeer positieve zaak mocht zijn, mocht u als minister van Binnenlands Beleid ter zake gaan praten en zorgen dat dat stabiel kader er komt. En dat wanneer er nog wijzigingen komen, dat die vroeger op het jaar komen. Dat die komen vroeger in de begrotingscyclus dan nu. En dat inderdaad die versnellings- en vertragingsbewegingen een minder grote impact mogen hebben op het lokale beleid. Meneer Combe. Dank u, voorzitter. Ten eerste, meneer Sijsens heeft volledig gelijk. We hebben naar het stuk van de brief en de oorzaak hebben we een antwoord gehoord van het is bekeken en misschien de cohieren. Maar het probleem vandaag van die lokale besturen is wel degelijk groot. Omwille van de BBC en het bestaan van de BBC is terecht, maar ze kunnen het zelfs niet goed doen. Er zijn daar een pak vragen bij. Ik mag er wellicht maar één stellen, maar voorafgaandelijk. Maar ja, het is echt ambetant, want ik kan er zelfs niet meer naar commissie terug in de begroting. En dat is de lokale besturen 14 en 15. Dat gaat over die begroting. Kan zelfs niet meer naar commissie terug. Maar voorafgaand aan mijn ene vraag dan die ik ga stellen. Eerst zeggen, u hebt nieuws gemaakt, want u hebt hier aangekondigd wat er lang ontkend is door financiën, dat er selectie is bij de cohieren. Dat is nieuws. Dat is nieuws. Hè? Maar goed. Twee, de vragen die ik niet ga stellen, zijn onder andere vragen waar ik gisteren geen antwoord op heb gekregen. Dat is, ezermatig kan dat betekenen dat entiteit 2 en dus uw bevoegdheid, dat je negatiever gaat uitkomen dan het federale. En in de verdeling van de besparingen gaat Vlaanderen nog een keer meer moeten doen. Moet je wel stoppen. Ja. Dus ik heb gisteren veel vragen niet kunnen stellen vandaag ook. Ik pas het reglement naar iedereen toe. Wat is uw vraag? Het zijn de lokale bestuurders van de meerderheid die hier staan om te zeggen dat er een probleem is. Wat is uw vraag? Mijn vraag is zeer simpel. Mijn vraag is zeer simpel. Niet overdrijven met de scheldwoorden. Mijn vraag is zeer simpel. Kunt u als minister van Binnenlands Bestuur ook voor een antwoord zorgen op zeer korte termijn voor uw lokale overheden door te stellen dat de thesaurie zal aangevuld worden? Dat de cash, met name zodat ze een begroting moeten opmaken die nu 20-25% tekort is, dat die dit jaar kan aangevuld worden. Dat lost het probleem van de lokale overheden op. En het is alleen maar een probleem voor u, omdat u dan een negatief ezersaldo heeft. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, of het nu aan de incohering ligt of niet, het is nog gebeurd in het verleden. En het is telkens heel vervelend. Nu, ik zou u willen wijzen op een voorstel van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, die al meer dan 10 jaar vragende partij zijn om de aanvullende personenbelasting aan de gemeente uit te keren op basis van vaste voorschotten, met nadien een afrekening. En mijn vraag was, mevrouw de minister, of u dat voorstel zou willen onderzoeken en of u dat eventueel zou willen bespreken met uw collega minister Van Overveld. Dank u wel, mevrouw Hommans. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Laat me beginnen met de laatste vraag van mevrouw Pira. Ja, het is natuurlijk niet ik of deze regering die bepaalt wanneer dat de voorschotten door de federale overheid worden betaald. Dat lijkt me redelijk. Maar dat ik dat wil meenemen in een overleg met mijn federaal collega van Financiën, uiteraard. Ik heb hier ook al aangekondigd dat ik contact heb gehad. En we zullen nog wel rond tafel gaan zitten, want hier is nu één problematiek aangehaald die een impact heeft op de financiële situatie van de lokale besturen, namelijk de APB, maar er zullen er wellicht nog zijn. Dus ik denk dat het zinvol is om rond tafel te gaan zitten om te kijken welke federale maatregelen, welke eventuele invloed hebben op de lokale situatie, op de financiële situatie, van de lokale besturen. Mevrouw Spinate, u hebt gezegd de inhaalbeweging een kasevenwicht voorschotten. Ik kan u wel zeggen dat collega Van Overveld, en dan kom ik eigenlijk ook een beetje op de vraag van collega Crombé.
dat Van Overtveld, of minister Van Overtveld, excuseer, ook wel gezegd heeft dat om het kasevenwicht te kunnen garanderen dat hij een voorschot zal uitbetalen. Dus hij heeft dat ook gezegd, hij heeft dat vandaag nog eens bevestigd aan een telefoon aan mij. Dus dat is dan ook een antwoord geweest op uw vraag, meneer Crombé. Meneer Seyssens, u zegt inderdaad, ja, BBC 2015. Als u mij nu concreet vraagt van welke raming moeten wij inschrijven, welke cijfers moeten wij gebruiken, dan denk ik dat het achtzaam is om zeer voorzichtig te zijn en zelf... ja, maar ik kan natuurlijk niet... Dat u het zelf voorzichtig moet inramen. En dat we dan natuurlijk moeten kijken wat er verder gebeurt. Maar ik blijf er wel bij, als het een probleem van incohering is, dat het in het kader van de BBC, los van het feit dat het uiteraard zeer ongelukkig is en zeer ambetant is voor een lokaal bestuur om elke keer opnieuw een begroting in te dienen, maar dat het in het kader van de BBC eigenlijk niet echt een groot probleem is als het aan de incohering ligt. En die antwoorden zal ik krijgen binnenkort van collega Van Overtveld. Slotopmerking, mevrouw Sminati. Dank u wel. Het klopt inderdaad, collega, dat er een duidelijke communicatie moet opgestart worden naar die lokale besturen, want het is effectief heel moeilijk om in contact te komen met die federale administratie, om daar antwoorden van te krijgen. Maar voor alle duidelijkheid, het is een federale materie, het is een federaal probleem, een probleem dat vorig jaar gestart is door een andere wijze van incoheren, dat onder een vorige federale minister van Financiën opgestart is. Meneer Seyssens, tot opmerking. Bon, kijk, ik had niet de bedoeling om daar hier een partijpolitiek debat van te maken. Ik vind dat eigenlijk ook heel erg jammer. Nee, ik heb hier een vraag gesteld waarmee ik een bezorgdheid van 308 Vlaamse burgemeesters heb vertolkt, denk ik. En welke kleur die zijn, dat blijft mij eerlijk gezegd hetzelfde. Ik denk dat wij hier in het Vlaams parlement respect moeten hebben voor het lokale bestuur en daarvoor moeten wij hen zorgen dat ze op een deftige manier kunnen begroten. Is dat goed? In de totaal... Ja, maar ik doe dat naar de laatste opmerking die hier kwam, mevrouw de minister, die ik hier heb gekregen. Dat is niet naar u gericht. Ik denk dat als u zegt dat het in een totale beheers- en beleidscyclus geen probleem is, inderdaad, over zijn totaliteit niet, maar de richtlijn verplicht ons vandaag wel om aan te passen. En dan moeten we dat herbekijken als we vaststellen dat die cohering dat die niet op tijd kan gebeuren, zodanig dat dat over de totaliteit van de beheers- en beleidscyclus wel klopt en dat wij als gemeentes op een deftige manier kunnen begroten. Wij zijn vragende partij. De volgende actuele vraag is van de heer Michel Doomstam, mevrouw Hoomans, en die gaat over de beveiliging van persoonlijke gegevens door steden en gemeenten. Steden en gemeenten. Meneer Doomst. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, mevrouw de minister, blijkbaar. Het is geweten dat gemeentebesturen veel weten over medeburgers. En blijkbaar weten ze zelf niet dat ze zoveel weten, want blijkbaar is de veiligheidsomkadering van die gegevens toch wel aan de lage kant en blijkt uit een bevraging dat zelfs wellicht meer dan de helft van de gemeenten en steden daar niet aan de nodige voorwaarden voldoen. Bij zover zelf dat veel van die gegevens hackbaar zijn en waardoor de Vlaamse Commissie voor Toezicht dreigt met boetes, hoor ik naar de gemeenten toe. En ook zegt, u zit nog even in het vaagvuur, maar in 2015 zou dat toch allemaal rond moeten zijn. Mijn vraag is, wat doen we vanuit het Vlaamse overheid om daar orde op data te zetten, wetende dat de OCMW's stilaan naar de gemeenten toegroeien en dat daar het gevaar om bepaalde gegevens die toch kwetsbaar zijn in de openbaarheid te laten brengen, toch alsmaar groter zal worden. Mevrouw Hoomans. Nou, dank u, meneer de voorzitter. Meneer Doomst, ik neem aan dat u de vraag ook deels geïnspireerd is op het zogenaamde congres van Victor, dat de vorige week heeft plaatsgehad. Dat is de vereniging van lokale ICT-verantwoordelijken. Daar is op een heel serene manier over informatieveiligheid gedebatteerd. U hebt nu zelf gerefereerd alsof daar uitspraken zouden gedaan zijn over het opleggen van boete en dergelijke meer. Ja, maar ik weet wel dat dat in de media is geïnsinueerd. Ik weet ook dat de voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie
zijn woorden heel genuanceerd heeft gezegd in de media. En eigenlijk alles wat er door de media was bericht over boetes opleggen en dergelijke meer, dat hij dat formeel heeft teruggetrokken. Voor alle duidelijkheid. Nu, informatieveiligheid vinden wij als Vlaamse overheid en als Vlaamse regering uiteraard zeer belangrijk. Maar in uw concrete vraag, en daar hebt u natuurlijk nu niet meer naar verwezen, dus dat maakt het een beetje moeilijk, verwijst u naar een overleg dat deze week heeft plaatsgehad tussen enerzijds de Vlaamse Toezichtscommissie en anderzijds de VVSG. Nu, ik moet u eerlijk zeggen, meneer Doomst, ik weet van geen overleg. U bent lid van de VVSG, dus ik neem aan dat u beter op de hoogte bent dan ik. Daar zijn blijkbaar allerlei afspraken gemaakt. Ik heb vanmorgen, naar aanleiding van het zien binnenkomen van uw vraag, contact laten opnemen met de VVSG om een verslag te krijgen wat er eigenlijk tijdens die vergadering is gezegd. En ik heb dat vooralsnog niet ontvangen. Dus als ik natuurlijk, en natuurlijk zijn ze verplicht om dat te doen, nee, want zowel de Vlaamse Toezichtscommissie als de VVSG zijn autonome organen. Maar u kan mij hier moeilijk vandaag interpelleren over wat er gezegd is tijdens een vergadering waar ik één niet op uitgenodigd was en twee nauwelijks bij betrokken of zelfs niet bij betrokken was. Meneer Doomst. Natuurlijk, mevrouw de minister, het is duidelijk vanuit de bevraging dat de gemeenten niet rond zijn en dat de meesten ook zeggen, zo'n opleggen vanuit Vlaanderen van stel een consulent aan en leg een plan op, dat weer zo van die planverplichtingen zijn waar gemeenten van zeggen, kan dat absoluut niet eenvoudiger, transparanter en is het ook niet wat de opdracht van de Vlaamse regering om daarmee een duw aan te geven, zonder de zaken weer veel te moeilijker te maken, de kosten ook weer naar de lokale besturen te duwen. En de vraag is Vlaanderen daar niet de geschikte partner om juist op dat vlak ICT de medestander te zijn om het op het terrein efficiënter, eenvoudiger en ik zeg het nog eens, als partner ook van de lokale besturen mee uit te voeren. Men heeft dus een indruk dat het allemaal toch weer zo moeilijk gemaakt wordt. Die wens aan te sluiten. Meneer de Meulemeester. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, collega's. Nu wat al dan niet gezegd geweest is door de voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie, zal wel later blijken wanneer zodat we de verslagen hebben. Het lijkt mij ook zeker geen goed idee om onmiddellijk dus de gemeenten te beboeten en uiteraard werk te maken van de beveiliging van de computergegevens wanneer dat het over persoonlijke gegevens gaat. Dus dat lijkt mij nogal logisch. Nu, het is ook zo dus dat de meeste steden eigenlijk een veiligheidsconsulent hebben. Voor kleinere gemeenten lijkt me dat moeilijker natuurlijk. Die hebben waarschijnlijk wel een ICT-ambtenaar die waarschijnlijk heel veel werkzaamheden en taken moet verrichten. Maar we hebben ook vorig jaar hier in het parlement de vereniging Vlaanderen Connect goedgekeurd. Dus dat de Vlaamse vereniging voor ICT-personeel. Misschien kan van daaruit en ook vanuit binnenlands bestuur wanneer dat kleine gemeenten het daar moeilijk mee hebben om die controle te doen, kan er ook ondersteuning gebeuren door deze vereniging, Vlaanderen Connect, en ook vanuit binnenlands bestuur. En mijn vraag is dan ook, mevrouw de minister, of dat er naar die kleinere gemeenten in het bijzonder toch enige ondersteuning kan gebeuren om ook die beveiliging waar te maken. Paul Bijns. Dank u wel, voorzitter en mevrouw de minister. Ik zou eigenlijk de vraag van de collega willen bijtreden. Ik denk inderdaad de informatieveiligheid en zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van onze inwoners heel belangrijk is, maar dat er op vlak van ICT, en ik heb dat gisteren ook gezegd bij de bespreking van de begroting, toch nog heel wat uitdagingen zijn, mevrouw de minister, en ik zou toch absoluut niet willen pleiten dat we gemeentes gaan beginnen beboeten, maar in tegendeel dat we zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning en dat daar op Vlaams niveau toch zeker een meerwaarde kan geboden worden. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. Collega Dooms, bedankt voor uw vraag, want het is inderdaad een thema dat ook leeft bij de lokale besturen, naar aanleiding van de persberichtgeving daarover. Het is inderdaad zo, ik denk dat het overal wel op het lijstje staat van belangrijke zaken die we moeten doen. De beveiliging van die persoonsgegevens is belangrijk. En we moeten vanuit de Vlaamse overheid die lokale besturen stimuleren, aanmoedigen om een veiligheidsconsulent aan te stellen, al dan niet intergemeentelijk, maar ook om een plan
land te maken. Maar we moeten er ook over waken dat de slinger natuurlijk niet doorslaat naar de andere kant. Ik ga het niet hebben over de sancties of de boetes, maar in het regeerakkoord staat heel duidelijk, en dat siert u uiteraard als regering, dat er aan de lokale besturen meer vertrouwen zal worden gegeven, dat we de betutteling zullen wegnemen. En als ik dan het betreffende besluit van de Vlaamse regering goed lees, ja, dan wordt daar gesproken over een jaarverslag met een resum aan zaken die moeten opgelijst worden. Elk jaar, ik denk dat er toch nuttiger zaken zijn dan dat. Mevrouw Hommans. Ja, dank u, voorzitter. Nu, ik dacht dat ik in mijn eerste antwoord zeer duidelijk was dat de voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie in geen enkel geval heeft gesproken over boetes. En toch zijn hier drie collega's die opnieuw beginnen over die boetes. Dus voor eens en voor altijd. Hij heeft dat niet gezegd, hij heeft dat daarna ook rechtgezet, onder andere tijdens een interview op VTM. Als meneer de voorzitter zegt van ik heb dat niet gezegd, dan neem ik hem op zijn woord. Dus is het de bedoeling, trouwens dat is mijn bevoegdheid ook niet om boetes op te leggen, hè, voor alle duidelijkheid, maar het was ook niet de bedoeling van de Vlaamse Toezichtscommissie om... Ik denk dat u ook een beetje citeert uit het verslag van de ontmoeting die dan heeft plaatsgehad. Nogmaals, ik sta absoluut open voor een debat en een gesprek met de VVSG om dit onderwerp te bespreken. Maar ik kan u natuurlijk wel garanderen dat ik als Vlaamse minister een partner wil zijn voor alle overheden, de grote steden, maar ook de kleine gemeenten. En ik denk dat dat wel belangrijk is, omdat het natuurlijk voor grotere gemeenten en voor steden gemakkelijker is om zo iemand in dienst te nemen die voor informatieveiligheid instaat en er ook op toekijkt. En dat dat net iets moeilijker is voor de kleinere lokale besturen. Maar daar wil ik absoluut een partner in zijn. En ik ben ook absoluut bereid om met de VVSG in gesprek te gaan, in dialoog te gaan om te kijken wat mogelijk is. Meneer Dolms, opmerking. Dank u wel, mevrouw de minister. Ik denk dat we vooral nood hebben aan eenduidige informatie, een heel eenvoudige handleiding en, zoals collega Maarten zegt, veel megabytes aan gezond verstand en zo weinig megabytes aan planlasten voor de lokale besturen. Dank u wel. De volgende actuele vraag is van de heer, van mevrouw Freya Saes tot de heer Jo van Deurs, de Vlaamse minister van Welzijn, Volks en Gezin, over de toename van diabetes en de screening van risicogroepen. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, beste collega's. Deze week is er een onderzoek uitgekomen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid dat stelt dat 1 op 20 Belgen zou lijden aan diabetes. Nu, als we daar momenteel niets aan doen, dan zal dat cijfer nog verdubbelen tegen 2030. Nu, minister, u heeft een actieplan, gezonde voeding en beweging. Ik denk dat dat toch zeer twee belangrijke factoren zijn in het ontstaan van diabetes type 2. Ik ben daar zeker een voorstander van dat dit plan gecontinueerd wordt. Maar daarboven is het ook belangrijk, denk ik, dat we inzetten op coaching van patiënten, aangezien dat een levensstijl aanpassen toch niet altijd zo evident is. Nu, naast die preventieve maatregelen is het denk ik ook belangrijk dat we inzetten op vroegdetectie, aangezien dat we weten dat 1 op 3 patiënten niet weet dat hij of zij diabetes heeft. Nu, bij die vroegdetectie is het zeer belangrijk, omdat patiënten vaak als zij dat niet weten, dat er enorme schadelijke gevolgen optreden naar hart, nieren, zenuwen en dergelijke, wat natuurlijk ook een zeer belangrijke maatschappelijke kost met zich meebrengt. Nu, in uw beleidsnota stelt u dat u als doel heeft om gezondheidswinst te realiseren in de hele bevolking. Nu, als arts kan ik dat enkel maar beamen. Daarom is mijn vraag ook aan u, minister. Bent u bereid om vroegdetectie bijvoorbeeld bij risicogroepen aan te pakken om diabetes vroegtijdig op te sporen en zo de opmars van diabetes in te dijken? Minister Van Deurzen. Ja, collega, ik denk dat u een belangrijk thema aanhaalt als het gaat over de bevoegdheid gezondheidspromotie en ziektepreventie. Het is juist dat in het huidige actieplan Voeding en Beweging er ook een aantal acties concreet op dit thema zijn gefocust. En ze gaan ook uit van de redenering dat je risicogroepen moet proberen
te bereiken en dat risico dan ook probeert in te schatten. We hebben eigenlijk twee grote programma's lopen. Zoetzwanger, dat richt zich naar vrouwen die tijdens een zwangerschap diabetes hebben meegemaakt en die dan ook worden opgevolgd omdat er een verhoogd risico is. En we zien nu al dat dat wel degelijk een aantal resultaten oplevert. En er is een ander project dat we starten, omdat voorzichtig wordt uitgerold. Op twee plaatsen wordt het getest. Dat is het programma HALT 2 diabetes of HALT 2 diabetes, zoals u het wilt uitspreken. En dat we dus in de regio Sint-Truiden en Gent testen op dit moment. Waarbij dus aan de hand van screening gezocht wordt naar wat risicogroepen zijn en die dan een sollicitatie krijgen om ook een bloedtest te doen, waarbij dan ook advies over de leefstijl gegeven wordt. Dus in die zin proberen we wel vanuit die risicogroepdetectie een aantal zaken te doen op dit ogenblik. Het actieplan loopt af eind 2015 en het zal dus dan op het moment zijn om te kijken en gaan we dat anders, breder, meer risicogroepen. Dat is een debat dat zeker gaat komen. Als ik aan de experten vraag, gaan we overwegen om een bevolkingsonderzoek te doen, een screening op bevolkingsniveau, dan is mijn informatie dat de experten daar toch verdeeld over zijn en dat er eigenlijk nergens zo'n voorbeeld is, internationaal gesproken. Dus dat er discussie is over de vraag of zo'n algemeen uitgerold bevolkingsonderzoek wel de nodige gezondheidswinst oplevert. Dus in die zin is wat dat laatste betreft toch nog niet zo dat we daar aan toe zijn op dit ogenblik. Er zal eerst een wetenschappelijke consensus moeten zijn, alvorens je in Vlaanderen het debat over de procedure tot implementatie van zo'n bevolkingsonderzoek kan opstarten. Hossijs. Ja, minister, dank u wel voor uw antwoord. Inderdaad, er is een project Zoetzwanger en dat is zeker goed. Dat alleszins zwangere vrouwen, als zij zwangerschapsdiabetes hebben, dat men ze daarna opvolgt. Natuurlijk, er zijn ook nog andere risicogroepen. Denk maar aan de etnische groepen, Marokkanen, Turken, maar ook vooral mensen met metabool syndroom. Dus obesitas is daar toch zeker een belangrijke factor in als we weten dat de helft van de diabeten obesitas heeft. Nu, ik hoor je daar zeggen ook dat een algemene screening weinig of niet zinvol zou zijn. Ik denk inderdaad dat we daar nog even afwachtend moeten zijn, maar dat we toch ons inderdaad nu al specifiek moeten richten naar die risicogroepen. Ik wens iemand aan te sluiten. Meneer Van Malderen. Dank u, voorzitter. Ik vind het een heel interessante vraag, omdat we toch wel moeten vaststellen dat we inderdaad eigenlijk een epidemie van diabetes meemaken. En dat daar ook, en mevrouw Saez heeft daarna verwezen, echt een link kan gelegd worden in een aantal gevallen met levensstijl. Nu, levensstijl en armoede is bijvoorbeeld ook een link die heel vaak gelegd wordt. Ik begrijp uit het antwoord van de minister dat er vandaag geen wetenschappelijke evidentie is om een bevolkingsonderzoek te gaan doen. Maar waar ik wel absoluut voor pleit, is heel gericht proberen te werken aan vroegdetectie door symptomen beter en sneller kenbaar te maken aan mensen. Ik merk nogal te vaak dat mensen eigenlijk al een hele tijd diabetes hebben, symptomen ontwikkelen, maar er zich niet van bewust zijn, omdat ze die symptomen niet as such herkennen, terwijl dit toch echt wel belangrijke signalen zijn dat een ziekte op uitbreken staat en dat een vroege detectie, een vroege remediering, verdere schade kan voorkomen. Als je de twee samenvoegt, dan snapt u ons pleidooi om ervoor te zorgen dat diegenen die een kwalijke levensstijl hebben als gevolg van hun achterstelling, daar een eerste doelgroep zou moeten zijn. Meneer Persijn. De minister heeft gewezen op het actieplan Gezonde Voeding en Beweging. Dat zijn de twee grootste drijvers voor de toename van diabetes in onze populatie. En ik denk dat de middelen voorhanden zijn om daar nog meer op in te zetten. Want enfin, ik kijk hier een beetje in het ronde. Er zijn velen onder ons die eigenlijk in de risicogroep zitten voor diabetes. En het staat ingeschreven in de doelstellingen van... Nee, dat is ook zo. Het staat ingeschreven in de doelstellingen van de minister. Maar ik sluit ook aan bij de noodzaak aan betere vroegdetectie. En ik denk dat met de bevoegdheden van de eerste lijn die naar Vlaanderen komen, dat daar ruim potentieel zit. Het is de huisarts die toch bij vele patiënten minimaal jaarlijks een contact heeft en extra gesensibiliseerd kan worden. Hij is dat al vaak, maar nog meer kan gesensibiliseerd worden om opmerkzaam te zijn voor de klachten. Nu, vandaar ook mijn vraag aan de minister. Gezien de geweldige toename die eigenlijk al lang voorspeld was en dus verwacht was, voorziet u toch niet in de komende beleidsperiode voor een actieplan naar deze grote groep van patiënten?
Goed. Minister Van Deurzen. Ja, ik vind dat de beide collega's ook een punt hebben. Het is heel duidelijk dat de kloof in de gezondheid, de toegang tot een gezond leven, dat die enorm sociaal bepaald is. En dus we hebben er alle belang bij. En dat zal ook de inzet zijn van de gezondheidsconferenties die wij de volgende jaren moeten organiseren. Om te kijken hoe krijgen wij onze boodschap ook effectief bij die mensen die daar de meeste gezondheidswinst in hun persoonlijk leven kunnen uithalen. En dat zijn vaak hele kwetsbare groepen. Dus in die zin proberen we met het huidige actieplan, maar zeker met het toekomstige plan, ook te stimuleren en vooral die vraag te beantwoorden. Hoe komen we met die boodschappen effectief tot gedragsverandering bij de juiste mensen op het juiste moment? En dus in die zin ben ik het helemaal mee eens. We proberen dat nu al, maar het is zeker dat daar nog een kernvraag is voor de volgende jaar. En dat sluit een beetje aan ook op uw analyse. Er zijn zeker nog risicogroepen die we nog niet vatten. Hè? En u heeft er een paar genoemd en ik denk dat het juist zal zijn dat we in de redactie van de volgende het strategisch plan daar zeker ook een aantal zaken moeten voor onder ogen nemen. En tenslotte, ook u heeft gelijk. Hè. Het is heel duidelijk dat, dat de huisarts daarin een belangrijke rol heeft. We proberen dat denk ik nu al te herkennen en te erkennen. Maar het is uiteraard zo dat dat contact met de huisarts, dat moment van gesprek en die vertrouwensrelatie, dat is eigenlijk de hefboom voor velen. Gezondheidsdoelstellingen om eigenlijk mensen mee op pad te brengen. Als je kijkt naar andere zaken in de strijd tegen obesitas, bewegen op voorschrift, is nog zo'n typisch programma dat we eigenlijk organiseren en waarbij juist vanuit die benadering in de relatie huisarts-patiënt, dat je probeert ook effectief resultaten te boeken. Dus ik kan mij in de wielen van de bedenkingen vinden. En nog eens, een aantal zaken zijn nu operationeel en een aantal zaken zullen in een nieuw strategisch plan moeten verankerd worden in de volgende periode. Vassaai, slotopmerking. Dank u wel. Ik ben alvast zeer verheugd om van de minister te mogen horen dat hij zal samenwerken met de huisartsen nog meer. Ik denk dat ik zelf en mijn collega's zeer blij zullen zijn als we samen met u er een speerpunt van kunnen maken om dit nog beter uit te werken. Dank u wel, mevrouw Saais. Dat was uw eerste optreden, als ik het goed heb. Bischop. Is hier een menig volksvertegenwoordiger die al een aantal jaren zit, die daar een puntje kan aanzuigen, hè? Zonder enig papier. De minister van Volksgezondheid op deze manier ondervragen. Dat heb ik niet gezegd. Goed, de laatste actuele vraag is van de heer Peter Persijn. Tot de heer Jo van Deurzen over de ondersteuning van mantelzorgers. Dat is toch juist, hè? Meneer de voorzitter, meneer de minister, beste collega's. Ik zou een open deur intrappen als ik jullie zeg dat de vermaatschappelijking van de zorg in de actualiteit staat. Het is niet uit de actualiteit te branden. En dat geldt voor onze ouderen. Het is deze week Ouderenweek. Dat geldt ook voor mensen met een beperking die hoe langer hoe meer en terecht het roer, het heft, de regie van hun leven zelf in handen willen nemen. En de laatste jaren is ook een beweging ingezet in zaken onze mensen met geestelijke problemen, de geestelijke gezondheidszorg. Nu, het zou flauw zijn om te onderkennen dat de primaire driver in dat verhaal dat de budgettaire overwegingen zijn. Maar het spoort ook met een algemene maatschappelijke tendens naar meer autonomie, naar meer zelfbeschikking. En eigenlijk knoopt het gewoon aan met een situatie die eeuwenlang bestaan heeft. Het is maar sinds enkele generaties dat de zorg geprofessionaliseerd is en gemedicaliseerd. Dus we komen nu naar een situatie waarbij veel zorg terug in de thuissituatie terechtkomt en waarbij de mantelzorgers de zorg voor direct daarnaast, dus familie, buren, kennissen, voor zich nemen. Nu, afgelopen week kwamen dan de resultaten die eigenlijk een aantal zaken bevestigen van een Europees onderzoek kwamen naar buiten. De VUB en Universiteit Gent hebben daar ook aan meegewerkt. En blijkt dat in België 28%, dus 1 op 4 of bijna 1 op 3 van de mantelzorgers kampt met zware psychische of fysieke overbelasting. En meer nog, uit het onderzoek blijkt dat mantelzorgers, dus mensen die langdurig de zorg voor mensen in hun directe omgeving op zich nemen, dat die een verhoogd risico hebben om zelf ziek te vallen, jobverlies te lijden, vooral de sandwich-generatie is daar gevoelig aan, en ook
nadien, de periode dat ze die zorg verlenen, zelf in een sukkelstraatje te belanden. Nu, in het vorige... de vraag is, gelet op deze cijfers die angstwekkend zijn, en gelet ook op het groot aantal mantelzorgers, meneer de minister, mijn vraag, er zijn een aantal maatregelen voorzien in uw beleidsnota. En in het regeerakkoord wordt ook verder ingezet op de vermaatschappelijking van de zorg. Maar kan u ons meer zicht geven op een meer structurele aanpak van deze grote uitdaging in het kader van de Vlaamse sociale bescherming? Minister Van Deurzen. Ja, collega's. Inderdaad, in de beleidsnota wordt daar toch heel wat aandacht aan besteed. Misschien allemaal te lang om nu in een kort antwoord te synthetiseren, maar misschien een paar dingen. Ik ben heel blij met uw eerste inleidende benadering. Het gaat wat dat betreft, als we spreken over vermaatschappelijk van de zorg, niet over een budgettaire kwestie. Het gaat over de overtuiging dat een goede zorg, zeker als het gaat over langdurige zorgnoden, chronische zorg, door ouderdom of door een beperking, dat die zorg moet ingebed zijn in de samenleving. En dat het gaat over de manier waarop mensen ook inderdaad betrokken blijven bij het leven van elke dag en kunnen participeren aan de samenleving. Dat betekent dat er in dat sociaal netwerk, dat gezin, die mantelzorg moet geïnvesteerd worden. Want dat is gewoon belangrijk om een kwaliteitsvolle zorg te hebben. En zoals u terecht zegt, niet alleen een zeer eenzijdig gemedicaliseerde zorg, dat is een breder verhaal. En in die zin is het duidelijk dat wij op Vlaams niveau, binnen onze bevoegdheden, moeten inspanningen doen om die mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen. We doen dat financieel, zorgverzekering en het debat dat daarover gevoerd wordt, maar het is duidelijk dat daar ook in de forfaits, de financiële tegemoetkoming, dat dat ook een stuk inspeelt op de waardering van die mantelzorgen, maar we proberen ook, en u zult dat ook zien in de beleidsnota en ook in de begroting van volgend jaar trouwens, ook te doen in de manier waarop wij het aanbod aan ondersteunende diensten uitbreiden. We hebben voor de gehandicapte sector rechtstreeks toegankelijke vorm van handicapspecifieke ondersteuning mogelijk gemaakt. Dagopvang en verblijf. Dat is in het bijzonder bedoeld voor mantelzorgers in hun draagkracht te respecteren, ze kans te geven om op adem te komen. En dat moet allemaal niet de ingewikkelde procedures volgen, dat is rechtstreeks toegankelijk. Dat hebben we ingevoerd. We hebben de collectieve autonome dagopvang ingevoerd. Het is onze ambitie om in elke gemeente in Vlaanderen minstens een dagopvang kleinschalig mogelijk te maken, opnieuw gericht op het ondersteunen van mantelzorgers en hun draagkracht. We hebben het kortverblijf, we hebben de dagopvang die we klassiek kennen. En er zijn ook in het dimensieplan Vlaanderen enorm veel acties voorzien die precies erop gericht zijn om die mantelzorgers te ondersteunen. En de laatste is een hele ondersteuning, een vormingspakket, ook om mantelzorgers inzicht te geven in de problematiek van dementie en om te steunen, op die manier ook een beetje psychosociaal te ondersteunen als ze met een partner bijvoorbeeld geconfronteerd worden met dementie. Dus op dat vlak proberen we echt ons beleid wel uit te voeren. Federaal heb je natuurlijk een regelgeving op het statuut en de vraag is wat daarop zal aangehaakt worden binnen andere bevoegdheden. Ik stip u nog gewoon aan tenslotte dat onderzoek naar waar u naar verwijst. Daaruit blijkt dat Vlaanderen, u heeft het cijfer genoemd, maar het iets beter, en dat is dan relatief natuurlijk, doet dan vele andere regio's. En ik kan u daar nog tenslotte aan toevoegen. We zijn ook een zeer grootschalig onderzoek bezig in Vlaanderen. 4000 mantelzorgers die bevraagd worden. Dat zijn de mensen die zich als mantelzorger geregistreerd hebben wanneer een inschaling is gebeurd voor iemand in de zorgverzekering. En we gaan aan de hand van die resultaten uiteraard ook een aantal beleidsconclusies trekken. De eerste resultaten worden verwacht in het najaar van volgend jaar. Meneer Persijn. Dank u, meneer minister, voor uw antwoord. Nu, u somt inderdaad een hele race maatregelen op die al bestonden en die nog geïntensifieerd worden. Maar we moeten beseffen dat het hier over een heel grote groep gaat. Het zou in Vlaanderen alleen al over 600.000 mantelzorgers gaan, waardoor er dus een derde bijna serieuze gezondheidsrisico's en sociale risico's loopt. Dus vandaar toch mijn vraag of mijn pleidooi voor een meer gestructureerde aanbod, voor een meer gestructureerd antwoord op de uitdaging, om te vermijden dat inderdaad een grote groep van Vlamingen door het feit dat ze zich inzetten voor, en belangeloos vaak en onbezoldigd, voor de zorg van hun medeburgers, daarvoor later gepenaliseerd worden. Wens iemand aan te sluiten? Mevrouw Van der Brand. Bedankt, meneer de voorzitter. Ik denk dat er een vrij brede consensus is hier
dat mantelzorg van enorme waarde is, enorm belang. En de beleidskeuzes die deze regering maakt, zijn ook natuurlijk, betekenen dat er meer mantelzorg nodig zal zijn en moet zijn. Op zich is dat een keuze die we kunnen steunen. Hij zegt, mensen zijn heel vaak bereid om voor anderen te zorgen, voor hun naasten te zorgen. Maar belangrijk is natuurlijk op welke manier dat je het aanpakt. Dus we moeten mensen die kiezen en die bereid zijn om voor anderen te zorgen, de nodige omkadering daartoe te bieden. En te aansluiten bij de vraag van de vraagsteller, dat we meer structurele psychosociale ondersteuning bieden van mantelzorg. Dat is een eerste zaak. Anderzijds is er natuurlijk, u zegt het zelf, meneer minister, het statuut. Hè, daar begint heel veel mee. Dat is een federale materie. Maar ik veronderstel dat u als minister wel aan de federale regering kan aandringen om werk te maken van dat statuut, omdat dat essentieel is om uw beleid rond zorg en rond welzijn uit te kunnen voeren. Aan dat statuut moet er volgens ons bijvoorbeeld ook een premie gekoppeld kunnen worden bij mensen die inkomensverlies hebben omdat ze opteren om voor anderen te zorgen, daar ook voor een stuk tegemoet in gekomen worden, omdat het nog altijd ook als maatschappij goedkoper is om mensen een premie te geven om te kunnen zorgen voor anderen dan dat we die via institutionele zorg moeten doen. En een laatste vraag die ik wil stellen is de respijtzorg. Mensen moeten terecht kunnen bij tijdelijke opvang indien hun eigen opvangcapaciteit overschreden wordt. En daar is mijn vraag op welke manier gaat u de respijtzorg, die ook essentieel is, verder uitbouwen. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, het is inderdaad zeer nobel dat de samenleving zelf verantwoordelijkheid wil opnemen voor zorgbehoevenden. En die mantelzorg verdient echt wel ons respect en onze waardering. Toch wil ik ook waarschuwen, meneer de minister, die mantelzorg moet ook wel menselijk en vrijwillig zijn en blijven. De mensen mogen daar niet toe gedwongen worden omdat er te weinig plaatsen zouden zijn, te weinig ruimte zou zijn in de reguliere zorg. We zien nu wel dat de zorgbudgetten verhoogd worden, maar desalniettemin onvoldoende blijven en vooral sowieso minder zijn dan door de verschillende regeringspartijen werd beloofd in de verkiezingscampagne. En ik krijg ook een mail van zorggebruikers.be. Zij maken zich ook zorgen of de aangegane engagementen nagegaan kunnen worden. En ik begrijp die bezorgdheid van de zorggebruikers en wil u daarom ook oproepen, meneer de minister, om 1. De mantelzorg te ondersteunen, ook financieel, en 2. Om uw belofte na te komen, zodat die mantelzorg geen gedwongen alternatief wordt bij gebrek aan plaatsen in de reguliere zorg. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, ook voor ons blijft, en zal dit altijd zo zijn, mantelzorg heel belangrijk. En we hebben dan ook voldoende in de beleidsnota, en u ziet ook dat de minister daar een heel uitgebreide passage aan wendt, aan mantelzorg op zich. Maar wat blijft belangrijk? Dat we de mantelzorgers blijven erkennen. Erkennen in hun dagdagelijkse hulp en zorg, dat zij dan ook geven voor familieleden, voor buren en hen naar waarde schatten. En vandaar is het belangrijk dat er voldoende mantelzorgers zullen zijn. En daarvoor wil ik verwijzen naar de resolutie die van collega Klaas en Schrijvers in de vorige legislatuur getrokken werd om de buurtgerichte zorg ook mee te nemen om op deze manier te zorgen dat er voldoende mantelzorgers zullen zijn voor de toekomst. Maar mantelzorg is zeker een belangrijke hulp en een belangrijke invulling die er maatschappelijk leeft. Mevrouw Taalman. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, in deze discussie wordt opnieuw over het begrip vermaatschappelijking van de zorg, wat een heel belangrijk punt is en waar wij ook achter staan, de aandacht getrokken op het feit dat daar de draagkracht van het netwerk en hier in caso van de mantelzorger een cruciaal punt is om het te doen slagen. U zegt, er is heel veel gebeurd in Vlaanderen, er gebeurt ook heel veel. Eén aspect wil ik daarbij nog in de aandacht brengen. Er gebeurt ook heel veel, maar er is ook zoveel dat heel dikwijls die mensen door al die bomen het bos niet meer zien. En dus heel concrete vraag, meneer de minister, van kan u ook meer aandacht besteden aan het toegankelijker maken van de juiste informatie aan die mantelzorgers over wat er precies allemaal beschikbaar is en hoe dat zij problemen die er eventueel zich stellen gemakkelijk kunnen oplossen. Want eerlijk gezegd, ik ben ook op zoek gegaan, ben nieuw in het beleidsdomein welzijn en er is zoveel dat die informatie eigenlijk heel moeilijk te vinden is. Meneer Van Malderen. Ja, meneer de minister, ik denk dat we het kamerbreed eens zijn dat vermaatschappelijking van de zorg geen bekommernis is die begint vanuit een budgetair oogpunt. Maar het gebeurt natuurlijk wel in een budgetaire en in een
politieke beleidscontext. En in die zin zie ik toch wel een aantal zaken waar eerlijk gezegd de score op min staat. Als ik kijk naar het hypothekeren van een aantal projecten dat vanuit de provincies vandaag richting mantelzorgers wordt aangeboden. Als ik kijk hoe bijvoorbeeld, u hebt het zelf gehad over het statuut, men op het federale niveau deeltijds werken eigenlijk gaat ontmoedigen. Daar waar vandaag heel veel mantelzorgers net dat regime van werken kiezen om werk en gezin en zorg te kunnen combineren. Maar ook in uw eigen Vlaamse regering, waar we vaststellen dat de aanmoedigingspremies voor de privésector, die in grote mate toekomen aan mensen die hun loopbaan onderbreken in het kader van een zorgrelatie, dat daar een besparing van 9% wordt ingeschreven. Dus ik zou zeggen, practice what you preach en maak werk van een integrale aanpak en die zich ook vertaald in budgettaire initiatief. Minister Van Deurzen. Ja, het is natuurlijk waar dat als je echt een zorgdeel wilt laten zijn van het leven van elke dag, van elke Vlaming, en je wilt dat mensen daar tijd en ruimte voor hebben, dan is dat een beleid dat op alle beleidsdomeinen en op alle bestuursniveaus aandacht verdient. Held is in all policies, zeggen we dan in het vakjargon, en dat is zeker ook hier waar, hè? Dat is heel evident. De vraag rond de informatie is een interessante vraag. We hebben in Vlaanderen 6 verenigingen die wij erkennen als verenigingen voor mantelzorgers en van mantelzorgers, die ook als missie hebben mensen te informeren en te ondersteunen, te adviseren en ook op te komen voor hun belangen. Ze hebben ook publicaties en eigenlijk is dat een belangrijk kanaal langs waar mensen kunnen geïnformeerd worden. Je hebt ook de diensten maatschappelijk werk van mutualiteit, de sociale dienst van OCMW. Eigenlijk moet onze eerste lijn ook een stuk in staat zijn en competent zijn om de minste eerste contacten en de oriëntaties te realiseren en dat waar te maken. De vraag naar respijtzorg, zeer terechte vraag, zoals gezegd, door het rechtstreeks toegankelijk maken van handicapspecifieke vormen van ondersteuning, door de collectieve autonome dagopvang uit te breiden, door de kortverblijven en de dagopvang in de dagverzorging verbonden aan de woonzorgcentra uit te breiden, door ook in het toerisme bij de collega aandacht te hebben voor sociaal toerisme en zorgtoerisme, door oppasdiensten enzovoort, allerlei initiatieven proberen we echt wel te zorgen dat er voldoende aanbod is om inderdaad te ondersteunen en daardoor ook onze erkenning en waardering uit te drukken voor diegenen die af en toe inderdaad moeten kunnen op adem komen en waarvan we het best wel aanvaarden dat er aan hun draagkracht een beperking is. En zoals gezegd proberen we volgend jaar dat beleid toch ook een stukje verder te zetten, ondanks de moeilijke omstandigheden. Het is ook juist tenslotte, denk ik, dat er een vraag is naar interferentie met dat statuut van de mantelzorg op federaal niveau. Dus ik ben absoluut, zoals voor vele materies trouwens, geïnteresseerd om het overleg te hebben, om te zien wat men federaal daaromtrent ontwikkelen en wat men daar wil doen in relatie tot rechten in de sociale zekerheid. En tenslotte, het is heel juist dat ook het concept van de Vlaamse sociale bescherming hier een duurzaam kader zal zijn om te zien hoe gaan wij de ondersteuning van mensen met langdurige zorgnoden in Vlaanderen een basis, een financieel technisch instrument vehikel geven. Dus ook daar zal dat thema ongetwijfeld aan bod komen. Goed, slotopmerking, meneer Persijn. Het was geenszins mijn bedoeling om te pleiten voor financiering of financiële tegemoetkoming van die talrijke mantelzorgers, maar ik sluit me aan bij de insteek van mevrouw Taalman, ook dat er minstens een inventarisering, oplijsting van al het aanbod zich opdringt. Want we moeten zelf als volksvertegenwoordiger vragen stellen om te weten hoe de vork nu juist aan de steel zit. En u kan zich voorstellen dat voor de gebruikers op het terrein het vaak heel moeilijk is inderdaad om door de bomen of door het bos de weg nog te vinden. Dank u. Dank u wel, meneer Persijn, voor uw eerste optreden, dacht ik. Dus we kunnen het niet alleen goed bij de Open VLD, het kunnen dat bij andere partijen ook goed. Dames en heren, ja, meneer de Koos toch weg. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 26 november 2014 om 14 uur. De vergadering is gesloten en ik wens u een behouden thuiskomst.